<haha> Welkom bij de Daily Business Boost ja, ja. live show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn Oeh. naam is Aramiek en ik neem je show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. <laughs> Vandaag is jouw tijd. Let's get louder. Uh, uh. Ha. Ah. Lekker man. Lekker bakken koffie. Goed dat je er bent man. Ja, dus, Diegene die het niet gehaald heeft, die heeft goed zijn best gedaan. <laughs> ja. Ja, dames en heren, van harte welkom. Wat goed dat jullie er zijn. Ja, we waren al enigszins in, uh, in een conversatie hier natuurlijk met mijn beste vrienden Arturo... die hier lekker aan, de, uh, aan mijn rechterzijde zich bevindt. En we hebben toch een primeur voor je, jongen. Ik heb hem net horen zingen. Nou, uh, Claudia, als je kijkt, dit wordt zo leuk. Dus kom er gewoon gezellig bij. Het is de day after. En van harte welkom. Als je erbij bent, laat me weten. Als je hier bent, welkom iedereen. En Arturo heeft ook iets heel erg leuks straks te vertellen. Want als je live bent. En als je iets, iets gaat doen, dan krijg je ontzettend gave cadeaus. Hij komt vandaag de Sinterklaas spelen. Ja. Um, Massaro Klaas, uh, zeg maar. Dus uh, kom, maar, kom maar erbij. En uh, het is me een waar genoegen om hem hier in de studio te hebben. En daarnaast laat ik meteen jou gelegenheid gebruiken om jou te bedanken, lieve live kijker en lieve luisteraar van de podcast. We zijn over de 17.000 downloads, zijn 17.157 downloads. Echt niet normaal. We gaan zo meteen richting de 20.000. Dus het wordt echt een groot feest met 20.000 downloads. Ik ben je ontzettend dankbaar dat je iedere dag luistert. Ik krijg zoveel berichten, zoveel enthousiaste berichten van jullie. Dus dankjewel. Dankjewel voor jullie support, voor ondersteuning voor de podcast. En laat ik meteen vertellen wat we aankomende twee weken eigenlijk aan de achtergrond gaan doen. Misschien handig dat je het weet. Goedemorgen Marjan en goedemorgen ...Lijn. Ja, yeah. de man die Aramiek... stil en tot rust krijgt, er zit naast me zegt Lijn. Ja, dat is nog niet gelukt hè, vandaag. Ja, we hebben alleen maar gelachen vandaag. Dus dat, dat moment komt zeker. Don't worry about it. We zijn aan de achterkant ontzettend druk bezig met onze premium ledengedeelte met de membership. Wat ik al uh, twee maanden aan het roepen ben. Er komt uh, er komt met alle prachtige mooie gasten. Er komt de membership gedeelte. Alle interviews zijn te vinden. Maar ook alle 21 tips. Dus ik ben een beetje de hit aan het uh, opwarmen. Dat het team achter me ook een beetje gaat opschieten. Want binnenkort komt een membership gedeelte. Waar je dus als premium lid alle interviews kunt bekijken. Plus alle masterclasses van de leden. Dus hou hou, 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 hou. Nee. Hou mij gewoon in de gaten dan komt het helemaal goed. En uh, lieve Arturo, wat geweldig dat je het bent. Je hebt ja. iets, 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 iets gaafs te vertellen volgens mij. Heb ik iets gaafs te vertellen? Ja? Let op. Want dit zeg ik dan. Het nieuws van de week. Het nieuws van de week. Ja, wat was het nieuws van de week? Weet je nog wat je zou doen? <laughs> en wat bedoel je voor iedere luisteraar? Ja, voor de luisteraars. Je zei, ja. ik, ik noemde dat serieus ja. en hij is het meteen vergeten. Arturo goes south. Oh, dat bedoel je? Ja. ja, man, ja, oh. je gaat zout. Oh, wow. En het is niet zo sexistisch Dames en heren, de ghost uit. Ik weet het, denk dat het Engels soms iets anders betekent. Nee. bedenk ik opeens. <laughs> Als je het al zegt, ja, daar zijn ze mijn, favoriete, te, mijn twee favoriete mannen. Rita met heel veel zonnetjes, van harte welkom. Good morning. Dus you go zout. Ja, ja, ja. Uh, nou, uh, wil je alsjeblieft vertellen? Ik ben echt helemaal van mijn sokken, sokken geblazen. <laughs> dus uh, Arturo gaat iets fantastisch doen. Uh, let ja, you know. uh, samen met Claudia gaan wij voor. Uh... Conscious World Agents, <laughs> kan je het uitspreken? CWA, ja, ja. CWA, Claudia weer, Arturo, zo koning. Ik kan het ja. uitspreken, maar de, ja. uh, ik kan het nog steeds niet helemaal vol uitschrijven. Nee, gaan we een, um, een online event uh, organiseren? Die is de organisatie is al bezig, dus hij wordt zaterdag gehouden voor uh, allerlei ondernemers in Marokko. Ja. Dus je gaat Afrika veroveren? We gaan Afrika veroveren, ja. Oh, ja we beginnen fantastic. bij Marokko en dan gaan we langzaam naar Tunesië en oh, zo door. Wat, na, na, oh, langzaam wat naar heerlijk, manier. wat heerlijk. Ga, ga, ga doorvertellen daar, en Dan kan ik de dus. camera nog even adjusten. Ja. Oh, ja. Ja. Waarom Marokko? Waarom Marokko? Nou ja. Um, je tante ik, uit Marokko? Nee, nee. Ik ken eh, uh, slecht ik slecht een trainer. Ja, dat is zeker een slechte. <laughs> <grap. laughs> Ja, als we, ik, zo ken ik nog wel heel veel knappen. Uh, ja, want je, je hebt iets beloofd. Iets nee, met een nee. bier. Nee, nee. Je hebt, luister, je hebt, luister, Heb je ik hebt beloofd? Alex beloofd. Alex heeft gezegd dat jij iets gaat vertellen over een bier of was iets anders. En kennelijk ga ik het erg vinden. Dus, één, hey, nee, Marco, Marokko. Lieve ja. Arthur, ga je okay. gaan. Marokko. Marokko. Um. Ik moet het niet vergeten, bier. Niet als ik weer vergeten. We hebben, ik heb contact met, uh, met een trainer in Marokko. Daar heb mm -hmm. ik af en toe wel eens mee getraind. Um, zoals je weet, uh, train ik de hele wereld over. Nu niet natuurlijk. Nee. <laughs> ik moet wel serieus kijken. Ja, je moet serieus kijken. Ja, ik ja. Moet, uh, <laughs> ja. um, maar die benaderde ons. Hij zegt: ja, Ik vind jullie poos zo mooi. En wat wij nodig hebben, in, uh, onder andere in Marokko, maar zo en zo in, in bedrijven, is meer bewustwording. Meer bewustwording van over leiderschap, hoe ga je daar nou mee om? Kun je meer purpose driven dan profit driven uh, gaan werken? En dat betekent niet dat je geen geld mag verdienen. Nee, je start een, ondernemer, een onderneming om geld te verdienen ook. Ja? Dus uh, geld verdienen is absoluut een, een vereiste. Maar als dat de enige reden is waarom je het doet, dan heb je kans dat je heel hard moet werken en dat je nou, dingen niet behaalt die nee. je niet graag zou willen. Precies. Maar hoe kun je dat anders doen? En toen kwam hij met het voorstel: kunnen jullie hier in de Marokko? Ik zei ja graag, wij komen graag naar Marokko. Nou, dat is helaas nu nog niet mogelijk. Dus we hebben nu een online event. Oh, wat fantastisch. Aankomende zaterdag. Uh, en. Ja, dan gaan we twee uurtjes een teaser, uh, min of meer een teaser is het. Oh, wat gaaf. Mensen mogen zichzelf ook inschrijven daarvoor. Oh, ja, dus, uh, het is in het Engels, dus het is niet alleen voor Marokko, maar het is wel op Marokko. Internationaal eigenlijk. Ja. ja. Eigenlijk internationaal ja. en dit. Uh, en die gaan het opnemen natuurlijk, daar komen producten van. Ja. Wauw, wauw, jongens, echt. Uh, ik vind het vette shizzle. Uh, gaaf, man. Ja, leuk. En, ja. en, en die zei, hij zei, hij was een. Uh, wat was de connectie dan? Nou? Hij, 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 hij is een had collega trainer, jullie, trainer van vandaag. Collega trainer. Mij. En ja. hij had jullie post gezien, daar ging het over. Nou, we hadden oh. af en toe contact en hmm. hij zag mijn, uh, nou, mijn en Claudia's post, dus onze post en ja, dat, stel, uh, dat sprak hem zo aan. Mooi man. En hij heeft een eigen bedrijf daar en uh, zijn HR manager, um, die volgt ons ook altijd. Kijk. Dus die liked ook altijd, die, die is altijd op de, elke vrijdag hebben we een Facebook live, is er, ah, er ook wijzen. altijd bij. Oh, wat fantastisch. Ja, dus die, die is ook helemaal in. Oh, wat mooi. Uh, Helen zegt, ja, zo mooi wat jij en Claudia doen, Arturo. Mm. Ja, Helen is volgens mij naar de retreat geweest van Claudia afgelopen ja, weekend. Ja, ja, dus Als je hier iets kan vertellen over Helen, dat is cool. En ik zie ook Claudia hier binnenkomen. Die zegt, ja, goeiemorgen, lieverds. Yeah. We schijnen weer een licht in deze mooie wereld. Ja, let op, <laughs> Claudia, je bent online nu. Maar nou, voordat <laughs> we live gingen, ja... <laughs> Het was een soundcheck, hè? Was, let op hoe de soundcheck ging. Ik kan hem nu niet terughalen. Arthur, ik vroeg je iets en toen deed jij iets. Wil je dat alsjeblieft nog een keertje? Ik zet het geluid even goed. Uh, Claudia, blijf hangen, want uh, dit is speciaal voor jou. Ga je hangen, Arturo. <laughs> dit is. Uh, hij krijgt zo direct een pak slagen, dat wil je niet weten. <laughs> Lieve Claudia, speciaal voor jou. jou, 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 jou. Okay. Nou, galm zit erin. Nou. Arm, ik vroeg, zullen we even een soundcheck doen? Moeten we even zingen in de in die microfoon en kijken of alles goed is. Dus ik zong uh... I Just Met A Girl Named Claudia. Dat was het. <laughs> <laughs> Dat je doet, geweldig. Dus lieve Claudia, speciaal voor jou een ode, een serenade van uh, van troubadour Masuro. <laughs> Ja. Oh my god, ja. zegt Claudia. Oh, ja, de retreat met Claudia was fantastisch. Uh, ja, haha, iedereen is aan het lachen. Terwijl Facebook wegvalt, volgens mij, zo te zien. Remove, uh, weet ik wel. Hij zegt, we are having trouble streaming to Facebook. Nou ja, misschien als je via Facebook kijkt dat je wegvalt, maar Claudia is er. Dus nou, love you so much, uh, zegt Claudia. Oké, okay. <laughs> nou dan. Uh, heb je wel eens vragen, gezongen? Uh, ja, heel veel. Heel veel, goed zo. Heel veel, dus uh, dat kan zij wel beamen. Ah, ja. goed zo, goed zo. Chantal <laughs> zegt, uh, Arturo rocks. Ja man, echt, echt niet normaal hoe dit gaat, hè jongens. Echt, uh, zelfs voordat we beginnen zijn we hier aan het knallen. Ja, Facebook is er weer, zeggen jullie. Oké, okay, great, great. Dan uh, gaan we gewoon door. En, uh, en Marokko, hè. Uh, uh, Zo'n uh, zo relatie, hoe ontstaat dan zoiets? Ik bedoel, ze zijn vaste fans, dus die zijn iedere keer gewoon met Facebook live. Ja. Hoe ga je dat... Uh, do, 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 iemand vroeg mij van, ja, hartstikke leuk dat je het continu hebt over, over contributie en voldoening, al dat soort dingen. Maar hoe draai ik dat dan om naar echte business? Want ik ben een weggever, ik ben een vrijgever, ik geef aan iedereen die, Weet je, de mensen hebben zo'n zo of-of-mentaliteit. Of het is zeg maar vanuit het hart, of ja. vanuit, 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 vanuit bewustwording, of het is een harde zakelijke afspraak. Ja. Heb, heb je daar? Want ik kwam gisteravond bij me dacht ik, hé, hey, dat vind ik een hele mooie vraag. Hoe zorg je dat dat stukje in balans... Is, want dat zijn het zelf. Hey, business is ook om geld te verdienen. Geld is een belangrijk component. Ja. Dus hoe doen jullie dat? Dat het, beide, dat het beide zaken gaat dienen. Dan niet een of-of is, maar juist een-een. Want daar geloof ik heilig in. Nou, wat, uh, ik, beide zijn waar. Hè? Dus je, je moet je doelen neerzetten. Daar moet je achteraan gaan. En dat betekent dat je stappen moet ondernemen. De krachtmethode. Dus de, de krachtmethode vanuit het boek. Hè? Ik, uh, ik heb straks een verrassing voor iedereen. Ja, dus als je online bent, dames en heren, echt. Hij gaat iets doen. Hij heeft het nog nooit gedaan. Ik ken hem al meer dan. We zagen hem meer dan vier jaar. Ja. Ik had een herinnering op Facebook. Die ja. binnenkwam, was vet cool. Uh, uh, dit heeft hij nog nooit gedaan. Dus als je, als je blijft kijken, blijft luisteren. Want er, wordt, er gaat zo meteen echt iets cools gebeuren. Dus doelen stellen. Klopt. Doelen stellen. En, uh, en dat is wat ik veel mensen zie doen. Hè. Ik wil zoveel verdienen. Ik wil dat halen. Zoveel klanten binnenkrijgen. Perfect. Blijven doen. Voor je zien. De andere kant is. kun je het helemaal loslaten? Op het moment dat ik een gesprek in ga, ga ik er niet in om er business uit te halen. Ga ik erin om de relatie te versterken? Ga ik erin. Wacht even, wil je dat nog iets herhalen? Dan neem ik het op. Oké. Okay. Ik... Moet ik nou die of die camera. Deze, deze deze. deze, kamer? Ja, okay. deze. Uh, als ik een business. <laughs> die wordt gewoon opgenomen. <laughs> ja, ja. Maakt mij niet uit. Nee. Als ik. Uh, als ik een gesprek in ga, en dat, uh, de, zo zit Claudia er ook in, als wij een gesprek in gaan met een ander, gaat het er ons niet in eerste instantie om, om er business uit te halen. Het gaat ons om de connectie te, te versterken. Checken, waar zit jij? Wat heb jij nodig? Uh, vooral veel vragen stellen. Ook vragen durven te stellen die schuren. Ja, dus de olifant benoemen in de kamer. Is dat wat je doet? Ja, wilt? zeker. He, dus als ik bij een bedrijf ben en zeg ze ja, mijn afdeling heeft dit en dit nodig. Ik zeg, oké, okay, maar jij bent toch de leidinggevende? Ja, wat heb jij eraan gedaan? Hoe komt het dat zij dit doen, maar jij dit wel wil? Um, en dat zijn soms vervelende vragen. <laughs> <laughs> en dan dat verwachten ze niet, toch? Nee, dat ze verwachten maar, ze niet. Nee. Ze verwachten, oh, we hebben je gevraagd om een opdracht te bespreken. Ja. Niet om onze nee. ziel bloot te leggen, toch? Ja. Dus ik ga er niet per definitie in, ik moet er nu wat uithalen. De, die neediness die er soms is bij mensen, die voelen, wordt gevoeld aan de andere kant. Tuurlijk is het mooi als je afspraken kunt maken en je kunt eraan verdienen. Hè? Dus dat, dat, dat is zeker waar. Alleen als dat je drijfveer is, en eigenlijk hetzelfde wat ik net zei over bedrijven, als je drijfveer uh, profit is, winst maken. Maar er zit geen purpose achter, geen doel voor jezelf voor een groter geheel, ja. dan denk ik dat je de boot mist. En dat gaat steeds meer spelen. Je ziet steeds meer mensen die willen dat er iets bijvoorbeeld met de environment gebeurt. Ja, duurzaamheid bijvoorbeeld. Duurzaamheid zo, ja. komt steeds meer naar voren. En als je als bedrijf dus geen duurzame producten levert, of niet duurzaamheid in relatie uh, hebt, hè, dan ga je de boot missen op een gegeven moment. Precies, twee minuten. Mooi man. Mooi snippert. <laughs> en, en zie je dat vaak gebeuren om je heen? Is dat een trend? Want ik krijg die vraag, ik, ik krijg die vraag heel vaak namelijk. Is dat, is dat wat, 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 wat mensen überhaupt doen tijdens de crisis? Of is dit een karakter Of is dat omdat we zo getraind zijn? Hoe komt dat? Dat we niet aan de relatie aandacht geven... maar alleen zijn om heel vaak te halen, slash opdracht binnen te halen... of vooral gewoon ik bedoel, ja. money driven. Nou, het is niet eens money driven, want het komt uit het schaarste... Nou, dat is het. Ik denk dat je wel hier een hele grote uh, issue benoemt. Uh, het schaarste denken. En zeker in een crisisperiode, dan gaan mensen terug, die vallen terug op hun survival mode. En dat is angst, die is angst gerege uh, geregeerd. Dus ons onderbewuste, die wil overleven. En als van de buitenwereld, zoals dat nu misschien is voor heel veel mensen, uh, daar druk op komt te zitten... Dus de buitenwereld beginnen nu vol met tijgers en leeuwen en, en allerlei panders op je af te komen. Ja, dan ga je overleven. En op het moment dat ik in overlevingsmechanisme ga, wat gebeurt er dan? Dan gaat alles, mijn hele lichaam, dus al mijn cellen worden afgesloten, die gaan niet meer groeien, die gaan niet meer. Uh, die stoppen zijn. Op met denken. Die stoppen voelen. met denken, want al het bloed en dergelijke gaat naar mijn spieren toe. Want dat is wat we doen dan met ons lichaam. Ik moet vechten of vluchten. Ja. Nou, in, da in dat vechten of vluchten ga ik niet over jou nadenken. Dan zit ik vooral over mezelf na te denken. En een ander onderwerp van het, het, het subconscious mind, de onderbust is, ik wil gelijk hebben. Komt toch weer de gelijkheid. Ja. Toch weer gelijk willen hebben. Gelijk willen hebben. Dus op het moment dat ik met jou bezig ben, dan luister ik niet naar wat jij vertelt. Maar dan luister ik wat ik, naar, ik wil horen, zodat ik mijn product aan jou kan verkopen. Nou, dat zijn de ouderwetse verkopers die aan de deur belden. Dag mevrouw. <laughs> ik heb een stofzuiger. Die heeft je nodig, dan dus zie je bij de Zeker, <laughs> ja. Dat, uw kleedje voor dat is ja. wel heel vies. Ja. Nee. En ik snap hem wel, maar ga bij jezelf na, want dat, is, dat zou mijn tip zijn. Ga bij jezelf na: zit ik in die angst, in die schaarste denken? Of durf ik dat los te laten? En neutraal te. Je hoeft we gaan niet gelijk naar en, abundance, en, naar ja, overvloed. En, en als, ze, als ze gewoon in schaarste leven en zien als er geen geld is, als ze ja. echt gewoon in de shit zitten. Ik bedoel, ja. dat gebeurt bij mij is het 80.000 keer ongeveer gebeurd. Dus ik weet hoe het is om daar te zitten, dat je denkt van. Oh my god, de maan duurt echt nog twee weken. En hoe kom ik in godsnaam door de, door de berg van de schulden, de berg van de rekening, de berg van schuldgevoel naar de kinderen, naar vrouwen, naar, naar mensen omheen. Ja. Als dat echt is, hè? laten we zeggen dat dat gewoon reële angst is. En, 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 is dat logisch en wat, wat moet ze dan doen? Als die angst van buitenaf niet alleen maar is zeg maar, qua illusie, maar het is realiteit, als in feitelijk is het waar dat er dat, dat schaars is, dat er niet genoeg binnenkomt. Hoe kun je dan die switch alsnog maken? Dat um, is een hele moeilijke. Ik heb hem zelf ook een paar keer meegemaakt. Uh, dat niet, ik, uh... Geen prettige. Me mensen zeggen altijd tegen mij: Ah, jullie zijn naar Spanje geweest. Het was fantastisch. Jullie hebben je schepen verbrand. Je bent naar voorbeeld, Dat soort dingen. Enige, hier is het wat ik tegen ze zeg: Hou op, hou op, hou op. <laughs> uh, iedereen die jou gaat zeggen dat het allerbeste is om je schepen te gaan verbranden, die heeft het nog nooit verbrand. Die heeft geen idee hoe dat werkt. Ik, be ik, ik beveel mensen dat niet aan, jongens. Echt, echt niet. Dat is geen goede positie dat je met heel veel hoop en geld daarheen toe gaat. We zijn teruggekomen met enorm grote Schulden, ik herinner me nog steeds. Augustus, wat 20, uh, 20 augustus, dat nee, 2017, dat de terugreden van Spanje kwam. Zeeland binnen echt, het was zo heftig. Dus ga niet al de clichés van oh, dat is goed, dat moet je op hebben. Of zoals Amerikaan zegt, ja, je moet minstens drie keer failliet zijn. Gaan naar... ja. they don't have a clue, nee. man. Dat is <laughs> geen goede plek, toch? Nee, nee, ik, ik heb toen ook uh, toen ik mijn baan opzei als manager, uh, verbrand ik ook al mijn schepen achter me. Er was nog niemand op deze hele planeet die gehoord had van Arthur Mazaro, de ja. trainer of coach. Ja. Nou, dan kwam 9-11, dus de. Moink. Nou, 60, 70.000. Betere beter timing had je niet. Nee, nee zeker. <laughs> 60, 70.000 euro in de schuld. Nou, ga daar dan maar uitkomen. Echt. Maar wat belangrijk is, waarom ben je ooit gestart? Er zijn heel veel redenen om te stoppen met iets, er zijn heel veel redenen om te kijken waarom iets niet werkt. Maar durf je terug te gaan naar de tekentafel en ga eens kijken waarom ben ik gestart? Wat, wat was de passie daarachter? En heb ik die op dit moment nu nog? Ondanks alle zorgen en angsten, die zijn heel, heel uh, legitiem, hè? heel valide. Uh, geen, geen geld op bankrekening, kinderen die Ja, bedoel, dat is. Dat is uh, Mijn hypotheek moest ik betalen. We hadden, uh, we hadden nog vijf euro voor het hele weekend om door te komen. Uh, met een hond en een kind en noem ja. maar op. Ja, dus uh, het is. Uh, Scheepaard verbranden is serious, serious shit. Dat ja. ja. <laughs> betekent ook dat je geen weg meer terug hebt. Dus er dus, dus zitten voordelen aan, maar er zitten absoluut ook nadelen aan. En wat ik denk is dat mensen te, uh, te snel in korte termijn denken willen. Dus ik wil nu een gesprek met jou, en dan wil ik ook gelijk wat eruit hebben. Korte termijn winst en meteen op bevrediging ja, van een ding. En dan heb ik nu een gesprek met jou, en dan heb ik daar eentje en daar eentje. En dan heb ik drie gesprekken, maar er komt helemaal niks uit. Wat zend je dan eigenlijk uit voor energie? En dat is wat heel veel mensen denk ik doen. En als ik in mijn coachpraktijk kijk, dan krijg ik ook dat soort mensen. En de switch maken, dat is een heel mooi. Ik heb een, uh, een, uh, een directeur van, uh, van een bepaalde site. Die was overbodig. Uh, van een groot internationaal bedrijf. En die had ik een keer drie jaar geleden, vier jaar geleden getraind. En hij was getriggerd door mijn verhaal. Dus hij belde mij op. Hij zegt... Uh, Hey, ik ben boventallig verklaard. Gewoon de directeur is boventallig verklaard. Ja. Ja. Dat is toch even... Ja, je ja. zou denken dat hij mensen moet iets verklaren. Maar, ja, is maar dat... het is niet de directeur van het hele bedrijf. Nee, maar het, het, is het is van SoundSite. Sound ja, ja. dus, uh, en dat was een global, uh, global ja. persoon. Nou. En die kwam naar me toe. Hij zegt, ja, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Ik ben nu 41. Ik denk dat ik nu een kans heb om totaal wat anders te gaan doen... dan dat ik hiervoor paar coaches is uh, gedaan uh, afgelopen vorige week was het uh, tot nu toe de laatste die we gehad hebben. En waarschijnlijk ken jij de logische niveaus uit NLP van Bateson. Nou, toen ik hem daar uiteindelijk op had, was de hele missie in één keer was het een duidelijk. Boink, helemaal om. En wat gebeurt er? En Hij zegt, Arturo, het universum praat met mij. <laughs> Schreef je <een> je <laughs> Het is allemaal niet Engels, maar oké. Okay, um, dus hij zegt, ik heb nu, na onze laatste sessie, uh, dat was woensdag. Ik, donderdag kreeg ik twee uh, offers van een bedrijf binnen. <laughs> Toevallig. Toevallig. En um, nou, waarschijnlijk gaat hij die ene in, in Duitsland nemen, uh, dat is een hmm. kleiner bedrijf. Hij zei, want dankzij wat we de hele Net tijd gedaan, gedaan hebben, heb ik door wat ik niet meer wil en waar welke kant ik juist op wil. En ik hoef niet meer in die hele grote bedrijven waar ik toch geen invloed kan hebben laat oh. mij nou binnen een bedrijfje waar 40 mensen die willen groeien en hij, hij zegt ik krijg een blanco check om alles te doen wat ik maar te oh, doen heb wat fijn. en dat kwam op zijn pad nou, wat wil ik hiermee zeggen waarom waarom ben je ooit begonnen waarom ben je begonnen om datgene te doen wat je wil uitdragen naar de mensen en er zijn twee energieën die zo 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 essentieel zijn om en los te laten, maar ook om het universum te zorgen dat ze dingen aantrekken. Mm -hmm. De ene is dankbaarheid. Het gaat shit. Maar, hoe... ja, maar ik zit met mijn 55.000 ja. kinderen zijn aan het halen, Mevrouw, ik, oh, ik weet het. Arturo. Ik weet het. Ja, ik weet het. <laughs> en alsnog naar dankbaarheid Ja, ik was uh, in kerst 2002... Dus ik zat gewoon diep in de shit. <laughs> ja. dus het was echt gewoon horrible. Uh, en, Roy letters. En toen zat ik uh, met, uh, met mijn uh, toenmalige vrouw zaten we, zaten we op kerstavond zaten we op de bank. En echt gewoon, we hadden gewoon niks. We hadden geen kerstboom, we hadden geen lichtjes, helemaal niks. Weet je? Dat, we konden het gewoon niet betalen. En op kerstavond gaat er een belletje opeens aan de deur. Ho, 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 ho. Nou ja, dat, en, en daar stond een oud collega van mij... Van Nuon, en die kwam ze het kerstpakket brengen. Nou, ik heb altijd, denk ik, voor kerstpakketten, dacht ik, nou, wat moet ik daarmee? Nou maar ik heb gewoon het kerstpakket in mijn handen gehad en ik heb echt gewoon, denk ik, wel een half uur gehuild van dankbaarheid en hoe blij ik met een potje jam was. En ik hou niet van shem, hè. En opgegeten. En opgegeten. Ja. Um, dat betekent ook, je hebt af en toe anderen nodig om je heen, hè? want je kunt het niet alleen. Dus ook een uh, belangrijke vraag, durf je hulp te vragen? En Help. niet alleen maar om even te zeggen op Facebook, oké, okay, ik durf hulp te vragen. Nee, maar durf je echt naar iemand toe te stappen en zeggen, ik, ik weet het even niet meer. Help. Help me even. Maar dankbaarheid is een hele zware energie. Na zwaren, dat moet ik niet zo zeggen. Een hele uh, sterke energie. Krachtige, krachtige energie. Een hele krachtige energie waar het universum zeker op reageert. Dus ga kijken in al die shit die je hebt. Zijn er toch nog dingen waar je dankbaar voor kunt zijn? En dat, ik snap dat dat heel moeilijk is. Maar wat er gebeurt is dat je je energie verlegt naar dingen... Oké. Okay. Nou, wat er wel is. Ja. Ik, ik ben nu zestig. Um, ik heb nog nooit één dag zonder een dak boven mijn hoofd geslapen. Ik heb nog nooit één dag zonder eten gezeten. Ondanks dat ik gewoon totaal twee keer helemaal in, in principe bankrupt was. Dus hoe dankbaar kun je zijn voor de dingen die je nog wel hebt? Dat is er één. En de andere is, um, hè, dat is wat je net zei, durf je te geven, maar zonder verwachting. Gewoon unconditional. Het is unconditional. Weet je, ik ga straks iets doen en ik verwacht er helemaal niks van terug. Ze moeten iets doen, maar ik verwacht er voor de rest niks van terug. Dat is mooi. Rinske zegt, dankbaarheid is de sleutel naar geluk. Ja. Maar Janne zegt, mooi voorbeeld van dankbaarheid. Wel, wow, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Dus ga terug naar de tekentafel. Wat is iets meer licht in de microfoon. Ja, ja goed. Sorry. Ga terug naar de tekentafel. Ga kijken waarom je ooit begonnen bent. En ga dat voelen weer. Want dat gevoel, dat wil je terug hebben. En het gevoel wat je hebt. Oh, het gaat niet. Ik krijg geen geld genoeg. Ik heb schulden en dergelijke. Dat gevoel is een verkeerde energie die je uitzendt. Ja. En hoe lullig het ook is. En het is niet om je schuldgevoel aan te praten. Als je iets niet weet, kun je het ook niet veranderen. Maar de situatie waar je nu in zit, heeft voor een, nou laat ik het zo zeggen, niet 100%, maar voor een overgroot over <laughs> deel met je eigen overtuigingen te maken. Ja, dus je hebt het uitgezonden, je hebt het gecreëerd zelf. Ja. En dat is vaak, mensen denken in, 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 lek, in tekorten, in schaarste. Focus op wat er niet is. Ja. En de ander is die heel zwaar weegt, dat is uh, gebrek aan eigenwaarde. Ben ik het wel waard? Um, ik heb een heel mooi product wat eigenlijk 500 euro waard is. Maar, oké, okay, nou weet je wat? Voor jou mag het voor 50. Ja, hoeveel waarde geef je er echt aan dan? Ja. Dus. Die twee dingen met elkaar. Uh, Rinske zegt: ja, dankbaar, het is de sleutel naar geluk. Claudia zegt: verbinden vanuit hart is wat jullie met iedereen doen. Dat is zo bijzonder met ervaren, want weinig, weinig mensen die doen. Chantal zegt: ja, zo mooi dit. Amen. En Helen zegt: mooi, 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 mooi. mooi. Dus hoe kunnen we dan, maak ik ongeacht de situatie, ik heb net de situatie natuurlijk extreem gemaakt, hè? Ja. als het echt niet is, hè? Mm. dat stukje, uh, 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 van beide kanten, hoe kunnen we die twee energie, want het zijn krachtige energie, dat zijn eigenlijk, ik, 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 ik lees, ik bestudie vaak het, uh, het boek Thinking Glories, dat heeft over oneindige intelligentie, de ja. higher zelf. want ja. dat, dat is wat je eigenlijk aanspreken. Zeker. Zeker. want het moment dat je in schaarste bent, dan spreek je die niet aan, nee. die gaat je niet geven wat je, wat je wilt hebben, die geeft je wat je nodig hebt op dat ja. moment, ja. dus hoe kan je die twee prachtig mooie energiebronnen, krachtbronnen, transformatoren eigenlijk voor in je eigen voordeel Want niet als een voordeel, ik ga mensen beroven, maar hoe kan je dus dan in die energieshift komen? Zijn er de, ik weet dat er bijvoorbeeld oefeningen zijn succesvol. Maar wat, kan, wat kunnen wij doen als ondernemer om vanuit dankbaarheid aan te handelen? Dus daarbij dus een grotere energie te gaan. En dan focussen op wat er wel is. Dingen manifesteren, als ik dat even onjubel ja, mag zeggen. Want nou ja, dat een gedeelte daarvan. Ja. Hoe kunnen we dat op dagelijks niveau doen? Of moeten we dat juist niet doen, of moeten we juist die los laten gaan? Hoe ziet dat volgens jou? Want weet je, ik vind het altijd heel mooi als Arturo hier is, dan, dan ik zie je gewoon twee hele grote werelden die dan met elkaar gewoon samenkomen, knuffelen, met elkaar vermengen worden. Dan wordt de kleur zeg maar weer. Weet je, dat is dan een rood en blauw die bij elkaar komt, wordt paars en dan ontstaat een prachtig mooi kabinet. Een keer of drie paars, één, twee, drie. Ja, Ja, ja forget, maar, maar, maar is er, zijn er dingen? Wat zou je dus zo'n met je coaching sessie met zo'n directeur, wat heb je met hem gedaan? Want waarschijnlijk. Eigenlijk hebben we aangezet om te focussen op die twee dingen, toch? Uh, ja, zeker. Ik kan op hem doorgaan, ik kan in het algemeen. Um, doen. Wat, wat, wat beter is, als je voorbeeld van hem hebt, uh, dat werkt misschien. Nou, maar, uh, ik kan het ook alle twee wel doen. Doe maar, doe maar alsjeblieft. Hoe word je ochtends wakker? Wat is je allereerste gedachte? <laughs> je denkt van, oh shit, oh, ik moet, nou, moet erachteraan, ik moet dit doen. Het begint zoals ochtends. Dan begint het al. Dus gewoon je allereerste gedachten. Hoe dankbaar kun je zijn dat je in dat bed ligt? Hoe dankbaar kun je zijn dat je een deken over je heen hebt? soort je... van je wekker. En, ja, en het klinkt allemaal zo heel simpel en noem maar op. Maar dit is zo essentieel om je dag te beginnen met de juiste intentie. Uh, Oké, okay, wacht even. Ja, ik hoor wat weer belangrijk, dames en heren. Sorry, ik moet hem even stopzetten. De quote van de dag. Het is zo essentieel. <laughs> ja, het is, het is uh, heel veel bepalend hoe jij je dag begint. Dus begin met een intentie zoals jij wil dat de dag verloopt. Hoe wil jij je voelen die dag? Hoe wil jij het gesprek ingaan? Hoe wil jij het gesprek als ik hier bearm? Ik, ik heb vanochtend heb ik al voor me gezien dat we gewoon weer heel lekker ontspannen en uh, gewoon lachen. Ik heb een. Claudia zei: moet je niet iets voorbereiden? Vroeg ze gisteren. Ik zei: nee. Nee, ik, ik zie het wel. Welke vraag gaat hij stellen? Weet ik niet. Het zal maar een worst Misschien ik. vraagt hij wel om te zingen. Ja, dat zou ja. kunnen, ja. Misschien vraagt hij wel twee keer dat ja. je gaat zingen. En, en nu is dit natuurlijk een veel makkelijke situatie. Die snap ik wel. Maar het gaat er meer om... welke intentie zet jij als jij uh, 's de wakker wordt? Ja. Jou, listen, je had je ook druk kunnen maken... Uh, ik heb een audience die wordt opgenomen, dus is van alles nog wat doe je. je? Je zou kunnen zeggen: hey, de kijken zoveel mensen, ja. of de kijken klanten of de kijken netwerk of het komt op online. Ja, ja. Dat, dat kan. Dat kan, ja. In dezelfde situaties zou je andere keuzes kunnen maken. Ja, maar als je, als je het hebt over hè, wat we bijvoorbeeld bij um, Conscious World Agents, ja, Claudia, Claudia, je ja. Okay. Ja, 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 ja. Als wij dat als hij <laughs> daar hebben. Um, dan weet ik ook niet meer wat ik wil vertellen in één keer. Slechte voorbereiding. Ja, slechte Slecht voorbereiding. voorbereiding ja. Shit, dit is wel balen, Het ging om de, uh, ja, de, de intentie. De intentie van het dagelijks beginnen. Iets met intense kansjes worden. Nou, okay. ik kom er zo direct op. Dat is, dus dat zeg ik niet dus dus even mezelf. Dat is nieuw van de trainer. Ja. <laughs> ja. Binnen een minuutje her herinner ik, kom ik erop wat ik wilde gaan vertellen. En dit is geen trucje, dit is gewoon echt waar. Als je ja. dat gaat zeggen, dan komt er vanzelf Precies, dat ding exact. naar boven. Het ging al of je voorbeelden kon geven, hoe je, hoe je het kan versterken, zo dus of ja. een directeur, was of het algemeen. Ja. Nou, dus dat is uh, vanaf ochtends gelijk al beginnen daarmee. De hele dag door. Het af en toe even voor je zien, maar daarna ook durven los te laten. Einde van de dag. Opschrijven. Ik heb als eens iemand gehoord, vijf dingen. Nou, daag jezelf uit. Begin met minimaal tien dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent geweest deze dag. Wat is? Het hoeft niet gelijk dat het helemaal goed gegaan is. Nee, waar ben je dankbaar voor geweest? Het gesprek. Ik heb in ieder geval een gesprek gehad. Ja. Uh, er zijn weer drie mensen die gereageerd hebben. Ik heb weer eten gehad vandaag. Tanden kunnen poetsen, Ik heb mijn tanden kinderen kunnen, kunnen voor kunnen geven. Het klinkt zo simpel, maar waar ben je dankbaar voor? En dat is de energie die je gaat uitzenden. En dan krijg je een mechanisme wat steeds verder ontwikkelt in je eigen systeem. Waardoor je de synaptische verbindingen die je hebt gemaakt met alle overtuigingen... waardoor je in tekorten denkt, worden heel langzaam worden, ja, die, die laten los. En de nieuwe verbindingen in je hersenen komen erbij. Dus blijf dankbaar, blijf dankbaar, blijf dankbaar. Ja. Is dat wat tegenwoordig mensen zeggen over quantum denken? Is dat wat komt? Ik doe, we hebben The Secret gezien. Ik heb de voorganger van Secret Down to the Rabbit Hole. En er zijn nog een aantal ja. van de. Dat was de eerste voorloop van The Secret, er waren andere twee films natuurlijk. Ja. Secret was de grote. Is dat wat, wat steeds meer in onze bewustwording zit? Was die shift nodig in 2006 met The Secret? En, en zo ja, we zijn nu ook in de shift. We zijn nu ook ja. in, of shift of reset, hoe je dat ook mag noemen. Wa waar gaan we met z'n allen heen? Als je Go kijkt Als Go ze nou met z'n uh, allen... Je, je stelt drie, vier vragen nee, 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 nee. Eigenlijk <laughs> mijn vraag is... Als jij het voor het zeggen had... Ja. En we hebben overal kantjes world agents zitten, ja. wat maakt dat, hoe, wordt, hoe gaat de wereld eruit zien? Als we bij iedereen, bij Helen, bij Claudia, bij Chantal, bij Marianne, bij Rinske, bij iedereen die live, is, live online is en laat gaat luisteren, als zij allemaal conscious world agents gaan worden, wat gebeurt er dan? Dan krijgen we, een, Dan hebben we een wereld waarin we compassie voor elkaar hebben. Um, dat betekent dat we nog steeds verschillend zijn. Mm -hmm. Maar dat we juist die, die, die uh, verscheidenheid omarmen. En het is oké okay, dat het zo is. Dat, sterker nog, dat hebben we nodig. Okay. Jij bent totaal verschillend dan ik. <laughs> ja? <laughs> in uiterlijk, in, in doen en dergelijke. En maar zo, wat? Je bent een buitenlander. <laughs> en ik, ik kom ook van een, uh, van een immigrant. immigrantenfamilie. Ja? Mijn vader vanuit Italië. Zo, so wat? Wat, wat maakt het dat ik, sinds wanneer ben ik gaan denken dat ik beter ben dan jij? Sinds wanneer zijn wij als mensheid gaan denken dat we beter zijn dan alle andere wezens hier op aarde? Ja, maar één vlak. Eén vlak gaat dit bij mij niet op. Nee. Ik geloof dit ja. helemaal en Het is om met je te sarren, jongens. Janneke zegt, ja, ik zal er één zijn. En Marianne zegt, ja, hele compassie. Behalve als het op voetbal aankomt, man. Hij was voor de voetballer. Behalve als, behalve als voetballer. Komen. We zijn, in 0-10 accepteer ik gewoon nergens. Nee? Nee, man. Dat nee, is nee, 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 zonde. Nee, echt zonde, nee? hè? Ja, maar we werden weer kampioen. Dus ik bedoel, gefeliciteerd, lief door Ja, hebben ja weer zeker. We, we ja. Hebben, en, en terecht. Ja, uiteraard. Ja, terecht dat Ajax kampioen. Worden. We waren het beste van de slechte. Dus ja, dan word je ah. kampioen. <laughs> maar, maar is dat wat de mensheid waar we met nou, z'n nou, allen. Ik ga terug naar dit, want dit is wel mm -hmm. heel erg belangrijk. Uh, als Ajax zijnde. Kun je geen kampioen worden Zonder. als er geen Feyenoord is. leg dat uit. Je hebt in een competitie, in sport, heb je de ander nodig. Ze hebben die kakkerlakken nodig? Ik ga dat soort woorden niet zeggen. Weet ik, ik weet ik. <laughs> um, je hebt de ander nodig om de wedstrijd te spelen. In hoeverre ben je dan dankbaar dat die tegenstander daar staat? Vraag mij als F-sider, vraag mij als. Uh... Ik vraag het gewoon als. als ik als algemeen luister, mens. Ik denk als algemeen mens, zeker competitie, zeker in dat, dat opzicht gezien. Ik denk dat het allemaal zelfs onderdeel van elkaar is. Ja. Ik denk zelfs dat dat gewoon het proces is. <laughs> Alexander, <laughs> ja. Alexander zegt: wat een klote gesprek, joh. <laughs> ja, je hebt gelijk, Alexander. Zullen we het over het bier hebben? Hij is 0-10, hè? Uh, ja, dat weet ik toch. <laughs> <laughs> ja, sorry man, dat jullie al jaren niet kampioen zijn geworden. Ja, iemand moet het doen, dus ja, dan worden wij. Dat zweek ik door <laughs> Twente is het ook geworden. AZ ook. Ik bedoel, ja. Hoe lang is het geleden eigenlijk dat jullie iets in Europa hebben gedaan? 98 of zo? Jean-Paul <laughs> Van Gastel ooit een keertje. Maar ze vorige even Hebben we niet over, Alexander. Nee. nee maar, maar als je dat in dat opzicht kijkt, Ajax, Feyenoord, Den Haag, je ja. weg, whatever it is. We hebben elkaar nodig. Absoluut. Dat is de compassie die je zei. We zijn verschillend. Ja. Verschillende achtergronden. By the way, Feyenoord en Ajax zijn allebei uh, rood-wit. Dus dat is ja. ook grappig. Dat, hè? <laughs> en, en hoe zit het dan als je dat in een helikopterview gaat brengen? Van als, want ik, zei het, ik meen het echt heel serieus. Als iedereen nou uh, Conscious World Elgin zou worden... Ja. hebben we meer compassie. Wat hebben we nog meer? Wat creëren we dan samen? Uh, dan zijn we aan het geven. Kijk, op, iedereen heeft dan ook zijn of haar calling, purpose, gevonden. Mm -hmm. En op het moment dat ik weet wat ik wil in mijn leven... wat ik wil uitdragen... Uh -huh. waarom zou ik nog boos op jou worden? Waarom zou ik nog ooit jaloers op jou worden wat jij hebt? Want ik doe wat ik wil. Ja. Als ik doe wat ik wil... Ga je van Red Ocean naar Blue Ocean. Zoals dat Absoluut, zomen, uh, man. Dan, <laughs> dan maken we gewoon geen ruzie meer met elkaar. Dat betekent dat we 100% eens zijn. Nee, dat is wat anders. Maar ik heb compassie. Ik, ik, ik kan luisteren naar je. Ik wil je begrijpen in plaats van dat ik je wil overtuigen. En wat ik zie, ook in heel veel spirituele communities. <laughs> ze willen de ander overtuigen dat dit de waarheid is. Zo so wat? Hou op. Want je gaat mij niet vertellen welke kant ik op moet liggen om te bidden of zo. Ja, echt, hè? Ja. He, heb, heb je gehoord wat Roland zei daarover? Roland Kaan, Die vrijdag nee. was. Dat nee. was zo mooi. Echt, jullie, ik ga jullie aan elkaar introduceren, ja. uiteraard. Want het is zo cool. Uh, Helen zegt, oh, op scherfst van snijden. En cool. Uh, mijn zoon vraagt waarom jullie hetzelfde blouse aan hebben. Dus je vraagt, waarom hebben. Dit was afgesproken, jongens. Dit ja. was de blauwe dag. was Oranje dag. Nou ja, en uh, <laughs> dit is een shirtje wat ik bij Edgar gekocht heb. Ik he? wilde je net zeggen: ja, echt waar? er zit hier de AAM achter. Nee, oh, nog niet. Je, nee, nog nee. niet. Oké, okay. nee, ja. laten we het vooral doen. Het kader heeft zinig mooie spullen. Ed, als je luistert bij ja. deze, prachtig ja. mooie ja. spullen. En ja, Rianneke, dit was niet afgesproken. We hebben, het is de synchroniciteit. En, en uh, wat, wat? Ah, nu ben ik mijn draadje kwijt. Wat, 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 wat Nee, wat we hadden doen? het over uh, Unity, je calling, je purpose vinden. Ja. En toen zag ik uh, scherp op sneden. Ik ging naar Alexander toe. Nu ben ik mijn vraag kwijt, omdat ik jou wilde vragen over. Uh, Oké, okay, dan, dan is mijn purpose duidelijk. Dan hoef ik niet jaloers op zijn. Dan nee. is boosheid weg. Is dat, is dat wat er in stand gehouden wordt? Zeg maar, is dat wat met de emoties, met extreme angsten, uh, emotieuitingen? Ik bedoel, we hebben beelden van gisteren gezien. Is, is, is dat nou wat in het belang is van, 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 van heersen, uh, zijn verdeelverhaal? En als we daar nou een keertje, zeg maar, zouden onttrekken. Als we daar nou een keertje andere plannen van maken. Ik, ik zeg ja, oh, dat was Roland. Roland Kaan. Weet je wat hij zei hier ja. over godsdienst? Ik heb hem gisteren in mijn blog. Uh, Blog geschreven. Hij zei: Er is een heel groot, uh, groot verschil tussen godsdienst en spiritualiteit. Mm. Godsdienst, die zet je in kaders, die, die maakt je kleiner, die geeft je allerlei dogma's om aan te houden. Dus altijd een goed of slecht. Ja. Spiritualiteit: je mag alles ruiken, je mag alles nieuwsgierig zijn, je mag aan alles beleven. Dan vrij wil hebben om te kiezen. De ene dag ben je dat, dan dag ben je dat, dan Ik vond dat zo'n ja. mooie, bevrijdende. Uitspraak van daarom is, je zegt, ook, ik kijk niet naar mensen, christen, jo jood, marokkaan, Nederlander, buiten, wat dan hey, als je een goed mens bent, dan ben je voor mij een goed mens. Dus dat vond ik een hele mooie, hele mooie uitleg, tenminste, het verschil aanduiden van wat de godsdienst en spiritualiteit betekenen. Ja. Dus is dat ook het loslaten wat we met z'n allen mogen gaan doen, waardoor we in onze eigen. Kijk, want als je eigen purpose leeft. Ik als ik hier gewoon met mijn knoppen hier zit... en mijn beste vrienden hier naast me... we hebben gewoon een gesprek wat we nooit hebben voorbereid. We zien er nog hetzelfde uit. En we krijgen prachtig mooie complimenten, namelijk... ja, jullie zien er prachtig uit. Duidelijke Unity-signal. Absoluut. Dankjewel, Rianneke. En uh, uh, Lijn zegt uh, zo mooi... en help als de enige dankbaarheid. Zo finesse voor jaloezie. Absoluut. dus dat is, dat is toch al jaren bekend. Duizenden jaren. Het is al duizenden Die, jaren, is, jaren ik bekend. Doe, wat maakt dat wij als menselijkheid, laat ik even uh, ego worden. wat maakt dat we als humanity dan toch geneigd zijn om iedere keer weer een opnieuw crisis nodig hebben, weer een volgende reset nodig hebben, volgende. Want dat is wat we creëren, toch? Dit hebben wij gecreëerd. Dit is ja. niet uh, ons overkomen. Laten we daar eerlijk nee. zijn. Dit hebben we met z'n allen op die manier uh, in werking gesteld. En nu uh, moeten we gewoon de blaren zitten of doorheen uh, groeien. Wat maakt dat wij als mens, mensen, als humans nodig hebben, dit stukje? Waarom kunnen we niet gewoon een keertje luisteren? <laughs> Weet je, het zijn hele simpele oefeningen. Iedere ochtend dat je wakker wordt, begin met dankbaarheid. Zet je intentie. Ga geven. Ga uit van de goede intenties. Door de hele dag door laat je het ja. los. Je hoeft niet te scoren. Je hoeft mm. niet allemaal mensen na. Maar je kan gewoon je eigen ding doen. Ja. Aan het eind van de dag vind je de reden om twintig dingen op te schrijven waar je dankbaar ja. voor bent. En herhaal tot het einde van je leven ongeveer. Perfect. Toch? Ja, we kunnen stoppen met dit interview. Ja, bedoel, het. als het dit het is. Ja. Wat maakt dat we dat alsnog niet doen als mensen? Nou, dat komt omdat we toch heel vaak in dat reptiele brein gaan zitten met een overlevingsmechanisme. En we denken nog steeds in tekorten. Ah. En op het moment dat ik in tekorten denk, zie ik wat jij hebt. Dus ik focus vooral op de buitenwereld. Is dat een microfoon? Wat is het? Ik weet niet waar. Dus focus wat je... De, yeah, ja, als je, als de, jij een auto zou hebben en die zou ik graag willen, dan kan ik jaloers op je worden. Maar dan kijk ik vooral wat jij hebt en wat ik niet heb. En dat is nooit belangrijk. Het is nooit belangrijk wat die ander heeft. Het is altijd belangrijk kijken voor mezelf. Oké, okay, wat heb ik? En kan ik daarvan genieten? Um, en dat is, dat is op al je levensgebieden. Dat is op je gezondheid, dat is op je financiële situatie, Relaties. dat is op je relatie, dat is op je business. Uh, dat is op je spirituele groei, je ontwikkeling, hoe je het ook wil noemen. Persoonlijke groei. Dat Sommige mensen doen opleiding omdat ze hebben gehoord dat die opleiding voor, voor de buurvrouw. Buur, dus dan gaan ze op zoek naar die, die, die graal, de heilige graal. Ja. En dan vinden ze niet. Ja, uh, is niet gek. Nee. Want die andere had het op, in die fase in zijn of haar leven nodig. Ja, jij niet. Nee. Dus, en, uh, weet ja. je? Nou ja, dat is wat er gebeurt. Je hebt de, de vorige keer heb ik geloof ik al gezegd... je hebt die, die, die hiphoppers... van de een die vinden naar het andere. En elke keer maar denken dat daar... de gouden key naar voren komt. De gouden key is al lang bekend. Alleen je, je wil hem niet toepassen. Dus het is ook... do the work. Doe je werk gewoon. Punt. En hou op met, met zeuren. En ga s ochtends opstaan... met een goed gevoel. Met een goede intentie. En wees dankbaar. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, en, en, en als je mazzelen hebt, krijg je een prachtig mooi cadeau nu van uh, Arturo. Want Arturo is hier komen geven, dus eigenlijk gaat dat... <laughs> Zullen we meteen gewoon erin slingeren? <laughs> ja. Ik zou je dit aanbevelen, seriously. Arturo gaat zoiets doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Ik vind dit zo vet om te zien. Uh, weet je, dus luister even. Als je denkt van nou, Arturo, uh, ik ontmoet ervoor. Ik kan me niet voorstellen dat al je vaste fans zijn hier. Rianneke, Marianne, Chantal, Lijn, Rita, echt, Claudia natuurlijk. Zijn alle vaste fans. En uh, wat, 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 wat ga je vandaag voor spanners doen? Laat ik even een leuk muziekje erop knallen. Even een andere. Want jij bent deze week. Ja, ja. Moet, moet ik er een praten? Of niet? De influencer van de week. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ik bedoel, oh, als je, nou, die, titel, nou, als je nou die titel hebt, dan, dan, ja. dan ga je iets leuks doen. Dus wil je ons alsjeblieft verblijden metgene wat jij eigenlijk meteen zei toen je hier kwam. Voordat je voor Claudia ging zingen. Wat ga je doen? <laughs> ik... Uh, <laughs> 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 <hums> Ik heb mijn boek geschreven, zoals jullie weten, of velen weten. Oh, wat een slechte brug ja. van mij. Sorry. Nee, dan geef Ik, ik wil je graag een voorzet geven. Nee, 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 nee. nee. Ja, dus... Je bent goed met bruggetjes vandaag. Meer. Ja, dit, dit is jouw wereld. Ai, Mirna, Mirna zegt liefst. Leij zegt ja. Of sta dankbaar, zeg je bed opmaken. Ja. Ja, dan kan je daar nog niet meer een stuk hebben. Nee, zeker, van. ja. ja. Zo, lieve schat. Oh, um, ik ben zo blij dat je dit gaat doen, man. Nou, zoals jullie weten, waarschijnlijk weten, heb ik een boek geschreven: 50 tips om je te realiseren voor je doelen, je ondernemersdoelen. Ik ga dit boek weggeven aan iedereen. Alleen je hebt één dingetje te doen: yes. dat is deze podcast delen en dan Armik en mij checken. Yes. Dat is het enige wat je hoeft dus te Dus maak een screenshot, deel deze op LinkedIn, op Facebook, op Instagram, whatever het is. Iedereen, het is niet, we gaan geen winnaars bekendmaken. Nee. Iedereen die ons gaat taggen, iedereen die dit gaat doen, die krijgt het boek. En wat die krijgt het boek thuis gestuurd. Ja, het enige wat je dan hoeft te betalen is, ik denk dat het 6,50 is aan, uh, aan verzendkosten. verzendkosten. En als, als zijn het 100 boeken, ik geef 100 boeken weg dan. Dus oh, dat is. Dat vind ik vet. Even kijken, ik wilde die goede muziek doen. Dat vind ik echt magisch. En. en en om je meteen iets te gaan vertellen waarom je het boek moet hebben. En ik ga deze keer niet over mijn testimonial hebben. Natuurlijk staat hij daar. Maar luister niet naar mij. Luister niet naar Lisa Alena Groen, nee, Luister niet naar Roy Martina. Luister niet naar Dick uh, Trubendorfer. Oh ja, die was die grote GGZ-crisis. Ja, ja, Louis, zeker. Maar luister naar wat Hugo zegt. Hugo is een hele lieve vriend, praktische man. Dit is, dit is wat hij zegt. In, in de, echt drie zinnen, seriously. Ik heb een hele Alilia al nodig gehad. Hij heeft in drie, <laughs> drie zinnen dit gezegd. Toen ik Arturo's boek onder ogen kreeg, heb ik het opgevreten, staat er letterlijk. En gelijk tip 4 toegepast, omdat ik voor een lastige keuze stond. Waar je ook staat met je bedrijf, dit boek helpt je om je doelen te bereiken. Ondertekend, Hugo Bakker, businesscoach, auteur, bestsellingauteur. Een, een geweldige denker. Dus ja. weet je... Wil je net als Hugo? Met een mooi mens. Roy Martina heeft een testimonial geschreven. Ik heb een testimonial geschreven. Er zijn heel veel mensen die dit boek hebben aangevuld. Wil je dat hebben? Dan moet je het nu gaan delen. Dus deel deze uitzending. Deel deze live uitzending. Tag mij en Arturo erin. Als je het op Instagram. Je kan gewoon een screenshot maken terwijl we aan het praten zijn. Als je een. Als je een hoe noem je dat? Zo'n dingetje wil maken. Ik weet niet hoe dat heet. Als met zo'n beweging. Uh, Ringo. Gif? Bingo. Nee. Hoe heet zo'n ding? Ik ben het woord kwijt. Dames en heren op Instagram. Weet je wat ik bedoel? Als jij zo'n gekke dingetje gaat maken. Het heet een rainbow, iets met een R, maar het woord komt dus niet. Ja, raar, raar, rib, rabber, berig, jongen. Sommige dingen. Ik, ik, ben echt een rainbow. Nee, niet een rainbow. Dat heet een. Die gaan we meteen maken, Arturo. Weet je, we gaan hem gewoon ja? meteen maken. Ja, tuurlijk. Dan vergeet ik het nooit. Dat heet een. Natuurlijk heet dat een. Dat heet een verhaal. Dat heet een boomerang. Jezus, een boomerang wil maken. Dus Arturo gaan een boomerang maken? Dan moet je kijken. Ja, het boek erbij. Dan moet je lachen. 3, 2, 1. Dan krijg je dit dus? Dat is dus een boomerang. Oh, that's the boom dat is de okay. boomerang. Dat no. is een boomerang. Yes, we gaan een boomerang. Reels, reels. Ja, boomerang. Dankjewel, Rita. Yes. Ja, die hebben we opgeslagen. Dus ja, dat, uh, dat, dat ziet er hartstikke cool uit. Dus mocht je dat willen doen, inderdaad, wil je een video maken, whatever it is, we gaan hem straks online zetten. Kijk, je opgeslagen. Yes. Maak een boomerang van, nou, laat ons weten, want dan kijken we gek en dan doen we dat. Ah, zo. Uh, anyways. Belangrijk is, ga delen. Want dit cadeautje is echt jouw gegund. Het is echt 50 top tips. De krachtmethoden worden in, worden in uitgelegd. Er zijn meer dan 50 tips bij. Dus niet alleen maar 50 tips. Er is een online training bij. Heb ik me laten vertellen dat erbij die erbij zit. Je hebt een template erbij. En echt, als je kijkt. En ik ben benieuwd even tip nummer 4. Wat, wat Hugo, Hugo zei. Weet je wat je wat het was? Tip nummer 4 is volgens mij uh, kiezen tussen. Dan, dan ga je naar een. Volgens mij naar een. Oh nee, dat is de, volgens mij de staatjes met ja. alle voor- en nadelen. Exactly. Breken in keuze met de vier kolommen methode. Okay. Ja. Ja. Dus kolommen, voordelen, cijfers of scoren, nadelen, cijfers of scoren. Dus dat is, dat is wat uh, uh, benoem alle nadelen, benoem alle voordelen. Nou, dat staat er helemaal in beschreven, tot, tot, de, tot de met. Dus je kunt heel makkelijk uh, dat gaan doen. En uh, Rianneke zegt: Ja, wat ongelooflijk mooi. Natuurlijk ga ik die doen. Jeetje, Arturo en Aramiek, wat maken jullie een enorm bijzondere ochtend van? Nou, weet je. Ja. Ja. De intentie van met de... liefde gedaan met liefde gedaan en dat is ook een tip doe het met liefde doe het met liefde als je doet, dan gewoon saus je met liefde eroverheen. Alles bestaat al uit liefde. Ah, ik weet je, dit, ik kan daar helemaal gaan uittekenen. Wat ik zie gewoon een Gandhi. ik zie gewoon. <laughs> oh, heerlijk, heerlijk. Yes, hey, guys, ik beveel je aan en, en lieve podcastluisteraars, dus ik weet dat jullie af en toe mij kwalijk nemen, dat jullie achterlopen met luisteren, dat jullie de acties missen. Dit kan je gewoon doen. Anytime dat je deze uitzending deelt. Ik heb Arturo gevraagd om een de deadline iets meer. Dat is niet vandaag meteen. Je hebt aankomende drie vier dagen tijd om het te doen. Doe het, doe het, doe het alsjeblieft. En geef, zegt Sabrina En Janneke zegt, ja, met veel liefde ontvangen. Dus ik had het over de boomerang, guys, just that you know. Um, en het boek, hè? Als het over... Mag ik heel even een stukje over je boek hebben? Is het oké? Okay? Ja, is goed. Ja. Um, de krachtmethode. Ondernemersdoelen. Jij als, als behoorlijke business mentor. Je hebt zoveel grote bedrijven, organisaties getraind over de hele wereld. En, en, en misschien is een hele gemeene ondertoon wat ik nu ga zeggen. Dat bedoel ik echt niet zo? Mis je dat? Ja. ja? ja. Wat, wat mis je? Uh, nou, ik mis zo, en zo het reizen. Uh, dat vind mm -hmm. ik heel leuk. Andere culturen. Moet mm -hmm. je voorstellen als ik in Ghana kom. Het is zo een totaal andere cultuur. En dat maakt me zo humble als ik dan in een uh, vijf of zes sterren hotel af en toe zit. En ik kijk uit het raam. En letterlijk twintig meter naast het hotel. Slammer. Uh, liggen hele gezinnen onder een golfplaatje. Echt? Is ja. Dat is, dat is gewoon echt. Nou ja. De realiteit. Dit is de realiteit ja. daar. En dan denk ik, wauw, wat heb ik toch. Hoe dankbaar. Ik, ik heb het misschien wel eens verteld dat ik in een vliegtuig zat. Ik, ik vloog naar San Francisco, moest ik in Berkeley, moest ik training geven. Een week kreeg ik een verzoek om vanuit. Dus niet terug te vliegen naar Amsterdam, maar door te vliegen naar Singapore. Dus je moet je voorstellen van Amsterdam. Je bent al die kant op gegaan. Ja. En, en moet dan moet je dan precies aan de kant. Nee, maar dan, dan ga je de andere kant van de wereld. Ja. Dus. Ik zeg, nou, is goed. Maar dan wil ik wel business class vliegen. Want ik moet de volgende dag gelijk. De, al de die jetlags. Uh, ja. Dus dan wil ik wel kunnen liggen. Nou, dus uiteindelijk uh, is dat uh, niet gelukt uh, in eerste instantie. Niet op tijd Bo of wat? Boekten ze gewoon een uh, economy. Nou, dit, ik luister. Ik ga even zeggen ja. dat ze het moeten delen. Deel, je gaat door? Ja. Dus ik kreeg een economy stoel ik zeg nou ja uh, Ria dat hebben we niet afgesproken uh, ik zou business oh ja ja dat ga ik doen voor je bleek dat business uitverkocht was was er alleen nog maar e first class dus dat is nog even <laughs> <laughs> een stukje hoger <laughs> en uh, en gingen we met Singapore Airlines als mensen wel eens met Singapore Airlines gevlogen hebben dan weet je gewoon hoe perfect dat geregeld is daar ik vind KLM al goed maar dat is nog even een, een, een stukje hoger ik zit daar in een stoel nou, die is gewoon zo breed. Er zijn maar zes stoelen. Er zijn drie uh, uh, stewards en stewardessen daar. Dus je, per, uh, <laughs> je, wordt, echt bediend. je wordt echt bediend. Dus dan uh, komen ze binnen en zeggen Nou, meneer, gaat u zitten? Wat wil u drinken? En uh, uh, wil u champagne? Ja. Wat voor champagne wil u? Oh, mag ik kiezen? noem ja. maar kristal. Toen, uh, <laughs> ik zeg nou, doe dan maar een Dom Perignon. Oui, oui, oui. Uh, als je het toch doet. Ja. <laughs> uh, wil u eten? Ja, wat wil u? Uh, eitje? Ja, is goed. Wil u het gescrambled? Gebakken? Ja. Met, wat veel u erbij? Uh, champignons? Dus, uh, gingen ze daar bakken voor me zo? Dus echt helemaal. Ik had een tv-scherm voor me zo groot. Hè? Ja. En ik zat daar met mijn champagne, met mijn macadamia's en mijn eten zo. En ik had uh, operamuziek op. En ik ging... <tiedat> <Maria>. <tiedat> <Claudia>. <tiedat> en ik vloog dus van San Francisco naar Singapore. En ik zat daar zo. En ik denk... Ik had die muziek op. Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Dat Amsterdamse jochie. Die gewoon in 2001... Zijn droom is gaan waarmaken. Ik mag de hele wereld over. Hoe, da hoe, hoe, hoe grotere dankbaarheid kan ik op dat moment voelen? Dan heb ik gewoon tranen in mijn ogen, gewoon van dankbaarheid. En dat moment kan ik nog zo vaak terughalen En ik denk, ja oké, okay, dit is het, die gaat het om. En ja, dat soort dingen mis ik dan wel. De contrasten. Weet je, als, als ik naar Singapore of naar China ga of naar Peru, Brazilië. Het is allemaal zo anders. Iedereen is zo prachtig om daar te zien. Hey, we hebben alle vooroordelen die je kunt hebben over Chinezen, die, die wat we in de media zien. Het zijn stuk voor stuk zulke lieve mensen. Dat is niet normaal meer. Maar dat beeld heb je niet als je daar niet geweest bent. En zeker niet als je je laat voeden door wat anderen zeggen. Is dat ook, zou dat ook een van je tips zijn? Ja, absoluut. absoluut. Dus, Wa waar moeten we mee kappen? Uh, met aannames, gewoon totale aannames die we hebben. Je ontkomt er bijna niet aan, maar check je aannames. Uh -huh. Hoe kan ik een uh, uh, achterjournaal checken? Hoe kan ik kranten checken? Nou, Want dat, dat voelt mij, dat doe ik al 40 jaar. Ik kijk hier nou. ochtend, weet je. Dat nou, soort als dat het enige is waar je naar kijkt, naar het NOS-journaal en, en een, een, een krant leest, een staatskrant, dan, ik, die term ga ik nu even niet benoemen. Maar dan kan ik jou garanderen dat je niet de juiste informatie krijgt. Okay. En hoe kan ik dan factchecken als ik daar niet gewoon de mogelijkheid heb? Gewoon ga van... zoeken. We hebben Google, we hebben Dr. Go, we hebben al, alle andere zoekmachines. gaan zoeken. Wees nieuwsgierig. Dat is het. Wees nieuwsgierig. Neem niet klakkeloos aan wat hij leest of ziet. Is dat nee. wat je zegt? Want dat is wat het subconscious mind wil. Die wil gewoon. Alles maar binnenkrijgen. Die, begon gevoed worden. Gewoon die wil gevoed gewoon gevoed worden. Die wil gewoon geen moeite doen. Nee, en die verwacht eigenlijk van je conscious mind dat daar een filter is. Dus alles wat er doorheen komt, gaat hij als waar zien. Gelooft hij. En ik weet niet of ik het wel eens eerder gezegd heb, maar dat ga je waarnemen. En waarnemen is niet anders dan datgene wat jij voor waar neemt. neemt ja. Voor waarheid aanneemt. Ja, ja. ja. En dat, nou, dat doe je dan daar. En dus ga je informeren. Wees nieuwsgierig. Stel je eigen overtuigingen elke keer ter discussie. En als je dat doet, ga je dat ook bij anderen doen, maar uit nieuwsgierigheid. Niet om uit, uit suspicious, weet je. Je wantrouwen. Nee, maar uit nieuwsgierigheid. En vanuit die nieuwsgierigheid krijg je zoveel meer informatie. En daar kun je zoveel van leren. En je hoeft niet met alles eens te zijn. Absoluut niet. Wat mooi. En, en geloof je ook in uh, eigen educatie? Geloof je ook in eigen, eigen uh, hoe noem eigen educatie klinkt zo suf, maar wat ik bedoel is je, je ongoing blijven voeden met, met, met boeken, met trainingen. Met, dat, dat is wat ik een beetje bedoel. Want kijk, sorry, excuus, als trainer of als coach of als een mentor is het pretty easy te zeggen ja, je moet je blijven voeden, want ja, het is wc en die zegt ja, je, je, je moet je voeden met wc. Ja. Tot hoeverre is dat onderbelicht of to, tot hoever is dat belangrijk voor ondernemers dat ze daar want soms kom ik ondernemers tegen heel, heel eerlijk als ze ze praten dan weet ik al ze zijn ergens vijf jaar geleden gestopt met hun educatie ze hebben nog steeds aannames van vijf jaar geleden of nou social media is of LinkedIn is of over toevallig zei iemand ik weet niet wie wie dat was waar, waar, waar ja als je op LinkedIn dan dan dan, dan, dan een promotie maakt dan moet je in je eerste comment je link gaan plaatsen dat was echt vijf tot acht jaar geleden dat soort van ergens handig was. Tegenwoordig echt al lang niet meer. Dus soms maken ondernemers de fout of de schattingfout om de informatie of educatie die ze vijf jaar geleden hebben tot zich genomen. Nog steeds als waar te ja. zien. Nog steeds als ding te zien. En het, geloof, en het eerste wat ik altijd zeg. Je zal altijd zeggen, check even, update, upgrade je, upgrade je informatie. Want de wereld is aan het doorknallen. Je kunt niet op LinkedIn iets doen wat je vijf... LinkedIn misschien wel, LinkedIn is oud, of Vijf jaar geleden werkt of op Facebook of Instagram of I don't know, Clubhouse. Tot hoe is dat, is, is dat belangrijk voor onze algemene ontwikkeling? Maar ook over de, over de consciousness die we bezig zijn. Ik dat bedoel, is essentieel. is um, als je dat niet doet, dan ga je zeker achterlopen. Uh, je staat ook niet meer open voor andere ideeën en je moet je voorstellen als je naar ik um, vind de sport hè, de topsport vind ik altijd een heel mooie vergelijking. Mooi. Um, nou als je van voetbal houdt en ken je waarschijnlijk Lionel Messi, beste voetballer die er uh, rondloopt in mijn ogen, maar die traint nog elke dag <laughs> en die is nog steeds aan het oefenen met dat balletje. Terwijl en, hij dat al lang droomt. Die, die, kan, die ja, gast. Die, die kan uh, voorlopig. Kan hij gewoon door. Maar nog steeds traint hij iedere dag. Ja, je moet je voorstellen. Als je van schaatsen houdt. En je wil een wedstrijd winnen. Maar je gaat niet op de klapschaats. Die toevallig ontstaan is. Die, maar blijf je, bij de maar je blijft bij je oude noorden. Ja, dan ga je tegen tegen iemand die met klapschaatsen werkt. Uh, ga je het verliezen. Nou, Zoals het ook met LinkedIn. Zoals met sociale media. Dus ook met bewustwording. En absoluut ook met bewustwording. Je zult. Kijk. Mijn zoon die heeft me heel veel geleerd, maar dat is niet de enige. Ik kan me helemaal alleen op hem gaan focussen en dat is prachtig, want hij heeft een waanzinnig mooie boodschap en ik geloof wat hij zegt. Maar ik hou er ook van om naar anderen te luisteren, om naar anderen te lezen. En wat dat doet, is dat alles wat ik denk te weten ter discussie gesteld wordt, maar ook heel erg versterkt. En ik kan opeens Connecting the dots. Ik kan opeens dingen snappen. Oh, wacht even. Dus dat die moet ik hierbij halen. Oh, dat is dat. Oh, wacht even. Dan... En je product wordt steeds, steeds krachtiger. En ze zeggen ook wel eens de 10.000-uren-regel. 10 je moet je vlieguren maken in alles. Pavarotti, nou, de operazanger. Luciano. Of, Luciano Pavarotti. Die, <laughs> uh, die man die kon alleen maar alles loslaten en zo zingen, omdat hij ze stinkende best had gedaan daarvoor met oefenen, 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 oefenen. Lezen. Hoe gaat het Ach, anders? man, ja. ik ik uh, een van mijn een van mijn mensen die ik heel graag volg is uh, uh, kijk op YouTube onder Patrick B. David. Dat is een hele grote influencer. Hij is van buitenman. Uh, hij deelde vandaag een uh, hij had, hij was diegene die als laatste zeg maar laatste officiële interview met Kobe Bryant had gedaan. Oké. Okay. Prachtig mooi dat interviews uh, op YouTube te vinden. Kan je kijken. Wat ik vanochtend van hem, uh, terwijl ik mijn shake aan het maken was, uh, leerde hij. Hij was aan het vertellen over de winners, de winnersmentaliteit, de, de mindset. En op een gegeven moment zei hij: uh, Kobe heeft aan ieder teamgenoot één advies gegeven. Als mensen tegen hem zeiden: van wat zou je advies zijn? gaf je altijd één advies. En het advies was: als je uitspeelt, als je bij de tegenstander speelt, als je zeg maar, want als basketbalploeg, dan ga je uit- en thuiswedstrijd ja. Hij zegt: Maakt niet uit waar je ook komt. Ga je van Seattle naar New York? Ga je van New York? Weet ik van: Als je, als je uit of je competition, uit of je hometown speelt, wat dit jaar ja, voordat je gaat slapen. Ga, zorg ervoor dat je minimaal 20 shots gaat doen in een high school of in, in een veld in die omgeving. Dus ga niet slapen de dag voor de wedstrijd. Voordat je ergens, weet je, bel een high school of bel iemand op of wat dan ook. Zorg dat je op, op een veld gewoon nog 20 keer je shot gaat doen. Dat is zo grappig. Hij zegt dan, uh, ik weet die speler niet meer, maar hij noemde de speler die dat, dat advies in zijn hoofd had uh, geknoopt. Hij zegt die speler is van Lakers was hometown van ja. Kobe. Zijn ze naar New York gaan naar niks spelen? En hij zegt opeens dacht ik. Kobi had een advies voor me. Die zei: Ja, weet je, ik ben gewoon naar gaan luisteren. Die hebben gewoon teammanager gebeld. Die zijn uiteindelijk bij in New York, ergens in achterveldje, een of een achterbuurt waar ze waren, hebben ze een high school geregeld. Ja. Is hij daar gewoon midden in de nacht? Gewoon want dan is er geen pers. Amerika is die leeft continu om die dingen rond nu of 12 1 uur s'nachts. Is hij gewoon zo'n high school gaan regelen? Concierge heeft het open gedaan of team. Of basketbalcoach was er ook. Die, die, die zag hem al die twintig shots doen. En de basketbalcoach ging... Oh, wat geweldig dat je bent, meneer Reynolds, volgens mij. Hmm. Hij is een sterring. Hmm. Uh, ik ken die allemaal niet, dat dat niet maar. Hij zei, wow, wat geweldig dat je er bent, geweldig. En, uh, ja, ja, ja. Hij zegt, nou, dat is wel toevallig. Want de laatste persoon die hier ooit dit heeft gedaan was... Ja? Yeah. Kobe Bryant. In dat advies heeft hij dus jarenlang, 20 jaar lang... ...heeft hij aan al zijn sportmaats, alle mensen heeft hij mm -hmm. gezegd... ...luister, als je uit gaat spelen ja. en van al die mensen... Hebben één op de zoveel, heeft dat advies gevolgd. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik schitterend om, om, om te zien hoe de topsporters ermee omgaan. Hoe de topsporters ja. dat weet, die mentaliteit hebben. Ik, doe, ik denk altijd aan bijvoorbeeld de Pieter Hogebands. Pieter van de Hogebands, de Inge de Bruins, de, de Leontine van Zijler van Morsen. Doe, je weet op een gegeven moment hoe je moet fietsen. Ja. Je weet op een gegeven moment hoe die 50 meter, 100 meter, vlinderslag, al die dingen. Twee dat vingers absoluut. in je neus, seriously. Ik doe, daar hoef je helemaal niet illusie van te maken dat ze dat moeten leren. Nee. Maar het is feit dat ze dag in, dag uit dag in, dag uit, nog steeds zichzelf trainen. Leo Messi die nog steeds dag in, dag uit, mm -hmm. opkomdagen. Ja. We hebben het over, hij had het toevallig vandaag over Tiger Woods bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, hoe heftig is dat als je van je grootste troon afvalt en nog steeds in staat bent om rebounds te doen? Is dat, is dat wat jullie een beetje stiekem aan de achterkant met de Conscious World Agents <laughs> bezig zijn? Is dat wat jullie als Rebound Agents, eigenlijk als medicijn, de, de moderne medicijnmannen, shamanen, is dat een beetje de, 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 de higher purpose dat jullie hebben voor die Agents? Ja, het is. Um, wij hoeven eigenlijk niks te doen. <laughs> <laughs> Weet je, het, het, het zit al in jou, het zit er al. Je bent geboren met alles wat je nodig hebt, dit is gewoon. Anders kan ik het niet uh, verwoorden. Dit is het enige wat volgens mij wat, wat werkt. En wat ook voor mij de waarheid is. Mm -hmm. Uiteraard zo je moet leren fietsen. Je zult wat dingen moeten doen. Ja? De vaardigheden. Lionel Messi had het talent al om die voetballer te worden. Hij moet er alleen maar wat mee doen. Hetzelfde is met jou. Jij hebt het talent al die je nodig hebt om je business te laten groeien. Maar er zit een cover overheen, weet je? En. Dat um, is het deken wat er overheen zit. En daarom zeggen ze ook wel eens ontdekken. Hè? Dus het dek eraf halen, ontwikkelen, wikkels eraf halen. En in het Engels uncover. En als je die cover eraf haalt, dan ga je aan het discoveren. En dan ga je het ontdekken van: hé, hey, wauw, dit is er allemaal. Dus je hoeft niets nieuws aan te leren. Je moet alleen de dingen die je aangeleerd zijn je door je ouders, door. Hey, die eerste zeven levensjaren. Daar moet je naar kijken. Wat helpt? Blijf daar meer van doen. Wat helpt niet? Hoe kan ik dat loslaten? Hoe kan ik dat gewoon niet meer willen? Ja, en vanochtend toevallig had ik even een meditatie. Van Deepak Chopra. Dus elke ochtend mediteren is ook een tip. En, maar het is voor ieder zich. Weet je? Dus ik zeg niet dat mediteren de, het moment is wat je allemaal moet doen. Voor mij werkt dat. Maar we labelen alles. We labelen alles goed, slecht, hoog, laag en noem maar op. Maar ik ben 60. Hoe denk ik nou eigenlijk over een persoon die 60 is? Ah, mooi. Ja? Ik ben een man. Hoe denk ik over het man zijn? Um, ik heb een business. Hoe denk ik als, uh, hoe ik ben als business? Hoe denk ik als partner van Claudia? Hoe moet ik zijn? Hoe denk ik? Hoe voel ik daarover? Welke overtuiging heb ik daarover? Nou, schrijf gewoon een aantal dingen op in je leven die je gewoon, zeg maar, bent. En ga eens kijken, ga erover over schrijven, ga erover nadenken, ga erover voelen... Hoe sta ik hiermee in het leven? En bepaalt uit mijn leven? Is dit helpvol? Ga er meer mee doen? Houdt het me tegen? Hoe kan ik dan anders denken over een 60-jarige? Voel ik me jonger, voel ik me ouder? Andere mensen zeggen dan ook, en dat, ik zoek geen complimentjes. Maar heel veel mensen zeggen dan, oh, dat had ik niet van je verwacht. Ja. Heb ik dat nog nodig om dat te horen of niet? Als ik het nodig heb. Wat dan, zegt het dan? Ja, wat zegt dat dan? Denk ik dan dat ik, als ik er ouder uit zou zien dan al 60, dat het dan niet goed is of zo? <laughs> snap je? Uh, dat, dat zijn allemaal overtuigingen die we hebben. Dit is je aangeleerd. Dat heb je niet meegekregen toen je baby was, toen je geboren werd. Nee. Thank God, by the way. Ja, <laughs> thank ja. God. Ja, zeker. En <laughs> daarom, daarom is het er al. Het is er al. Je hoeft niks te doen, niks bijzonders. Helen nee. uh, zegt, uh, uncover to discover. Ja. 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 Wauw. Nice. Ik, uh, ik zie jouw vriendje Alexander. Nee, hey, Alexander. Ja, man. Die ja. zegt, uh, hoe zat dat verhaal nou? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Wat, wat, wat was dat verhaal? Waar kennen jullie elkaar ja. van? Ik bedoel, nou, ik heb met Alexander... gisteren expres niet, niet door zitten rammen, want je bent hier. Dus ik dacht, nou, normaal gesproken zou ik dat helemaal uitpluizen. Oké, okay, let's see, let's see. Ja. Vertel, vertel over Alexander. Alexander uh, heb ik leren kennen in 2005. Uh, we zaten alle twee op een. Uh, op een jaar traject dat heette emotioneel welzijn. Dat was uh, vanuit Roy Martina georganiseerd. Um, en dan waren er 50 mensen en we zaten in groepjes van 10. Hè? Dus dan kun je wat makkelijker met elkaar communiceren. Subgroep. Ja. En nou, in die tijd hield ik nog van hele stomme grappen. In die tijd, ja. Nee. Nu niet meer. Wat minder. <laughs> nee, hou ik van, ik doe hele serieuze grappen, houden. Nee, 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 een beetje intellectueel. Oh, zo. zo. Oké, okay, nee, uh. um, maar wat er gebeurde, er was, 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 was daar een man. <laughs> en op een gegeven moment, uh, waar een mop had verteld, zei ik tegen hem, ik zeg, ken je die mop van die spikkeltjesbeer? <laughs> en ondertussen nam ik zo'n spritzkoek, weet je, ken je die? Die is, die kruif, verkruimelt helemaal in je mond. Ja. Dus hij zegt nee. En ik zat... Dus ik spoogde een beetje en kwam zo op zijn shirtje. En, uh, en hij zou afslaan. Oké, okay, oké, okay, ja, ja, dat snap ik. Maar vertel nou even die mop over die spikkeltjes mee. Ja. Dus, nou, en Alexander, die moest de eerste keer al lachen toen, toen ik dat, dat zo deed. En toen die, toen die man ook nog vroeg van... Ja, maar vertel nou eens nog die mop over die Dat kwam Toen hij hem helemaal niet dus Hij me gisteren of vanochtend, weet ik niet meer. Ja, gisteren, gisteravond was gister, Ja, maar gisteravond heft me ook nog even. Hij zei, ik, als ik er weer aan denk, pis ik weer in mijn broek. Ja. Kijk, dat soort grapjes doe ik niet meer. Dit was exclusief. Vaart. Ja, dit ja. was gewoon exclusief voor deze ja. show. Ja. Uh, Oké, okay. dit gaan we ook niet uitzenden met deze kat bij beide kanten. Dus Alexander, als je dit hoort. Ik hoop dat je happy bent, want we hebben het bij deze... aan de maestro zelf gevraagd. Oh, heerlijk. En... Uh, uh, er kwam een dingetje bij mij. En heb je hem ooit uit zijn, uit zijn, uit zijn uh, ding gehaald? Uiteindelijk snapte hij. Ja, oké. Dit was hem. Oh, uh. een je dus. Uiteindelijk snapte hij hem. Maar ja, dit zijn. En, en dat, dat is wel. Um, ik, vroeger was ik gewoon echt een straatratje, en ja, dan maar, ik Maar al... kan je je voorstellen dat ik me dat niet kan voorstellen? Uh, als je me nu kent, misschien, ja. Maar het zit er nog ik wel af en toe in. Ik vind het zo leuk om dat gewoon <laughs> over jou te weten. Gewoon echt. Maar, maar dat je dat gewoon met zo'n twinkeling in je ogen ook gewoon zegt. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja, ja ik, ben, uh, ik ben wel een straatratje ho ho geweest. Hoe was nou. dat, straatratje? Ja, heel fijn. Ja? Toen, ja, zeker toen. Maar het, je moet je voorstellen... Je hebt Claudia als uh, vierjarige, als straatratje ja. heb je gewoon haar... Gewoon nou ja, ja, dus als geweest. baby heb ik haar ja. in... Uh, ja. Toen was ik nog niet een straatratje. <laughs> Kijk, in Amsterdam, en voor degene die niet in een grote stad en zeker niet in een volksbuurt zijn opgegroeid, uh, daar komt het overlevingsmechanisme vrij snel naar boven. Want hoe was dat dan? Wat, wat, wat moet ik voorstellen? Ja, ik kon goed voetballen. Uh, dus dan hoorde ik erbij. Als je niet goed kon voetballen, hoorde je er niet bij. Maar dan moest je op een andere manier moest je zorgen om er wel bij te kunnen horen bij de groep. Want een van de ergste dingen die je als kind. Als, ja, maar ook als, als wezen kunt meemaken, dat is die survival modus, is uit de groep gestoten worden. Want dan sta je alleen in die natuur met alle gevaarlijke dieren om je heen, dat ga je niet overleven. Nee. Dus je moet bij die groep blijven. En daardoor krijg je die groepsdruk en dan ga je dingen doen die, die je normaal gesproken misschien net niet zou doen. Mm -hmm. um, en een van de dingen was om heel snel een weerwoord te hebben om gelijk een sterkere grap te maken dan dat jij maakt. En als de groep dan lachte, ja, dan was je, je natuurlijk je het ja, dan was je je mannetje. Maar dan kon de volgende mee. natuurlijk erover. Ja, dan, dan kon kan je wel is het haasje zijn <tus> daarin. Ja, dus het was heen en weer. Wat je wel leert is heel veel weerstand opbouwen tegen dingen die niet zo leuk zijn. Ik zal dit even afdoen want dat alle oren zijn. Dus het heeft heel veel voordelen gehad. Ik ben een hele snelle denker. Ik kan heel snel reageren. Reflex, alertheid? Uh, ja, zeker. Is uh, dat ook een beetje bij de handheid? Een beetje, beetje bluffen? Is dat ook een beetje... Nou, dat zo? heb ik wel gehad. Ja, ja. Ik ben nu veel rustiger uh, daarin. Maar ik was echt gewoon... Je moet blap, ik, was, ik was gelijk. En... Um, als ik met die oude vrienden van school, met mijn reuniongroep, als we daar zijn, dan komt die weer een beetje naar boven. Ja, hè? Ja. Wat, 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 wie zaten er allemaal bij? Ik heb een paar foto's die Jullie zijn ja. er vorige week volgens mij in de klant geweest. Was het, het jaar daarvoor? Nee, het met uh, de opening van, uh, van een bepaald plein. Ja, met de opening van het uh, Johan Kruijffpleintje op het Balboaplein. Balboa -plein. Balboa -plein. Ja, ja, ja. ja. En daar voetbalden Frenkie Rijkaard en Ruud Guldert. Dus dat was, was ons groepje waar we mee waren. En uh, daar voetbalden we mee op een pleintje. Uh, maar de jongens waar ik mee ook op school heb gezeten... op kleuterschool, uh, basisschool, uh, de HAVO en dergelijke. Ja, daar ga ik nu nog mee om uh, met sommigen. Een tijdkaart wel uit het oog verloren. Die zijn weer bij elkaar Dan gaan we af en toe voetgolfen. Ik was maandag met een jongen, uh, ben ik aan het golfen gewoon. Dus er is weer contact. En dat is heel leuk. Maar die kennen je al zo lang. Die ja, en, maar het, wat wel is, is dat je teruggaat... Nou, zoals het vroeger was, een beetje. Dus dan komt dat jochie weer naar boven. Dan komt dat jochie weer naar boven. En, oh, wat geweldig. En dat is heel leuk. En, maar ik voel ook van, ja, dat is leuk voor een uurtje. Ja. ja. Maar ik hoef het niet meer 24 uur te doen. Zo'n ja. high school reunion. In die ja. rol ga je terugstappen. Ja. Dan wordt het mannetje het mannetje. Dan ja. wordt het verlegen. Mannetje, maar dan is het ook, oh ja. Het kost ook wel energie. Ja. En, Want je moet je letterlijk anders ja. in, tegen je natuur in dingen gaan ja. doen. Ja. ja. En dat spelletje vind ik nog steeds wel leuk. Maar niet lang meer. En uh, gelukkig is ook in de groep... hebben we ook andere gesprekken met elkaar. Weet je? Het is, maar het komt wel heel snel weer daarop. Ja, tuurlijk. Uh, dat is en, uh, jullie uh, algemene uh, gemeenschappelijke delen. Ja. Gemeen delen daar. Zo. Ja. Ik vind dat mooi. Mm -hmm. en, en, en hoe, hoe denkt de, het straatratje Arturo vroeger... Mm -hmm. over de 60-jarige over de Arturo? Uh. Kan, kan je daar iets... Uh, hebben jullie daar wel eens stil bij gestaan? Slash, uh, hoe is die ontwikkeling? Ja. Ik denk dat ik wel trots op die 60-jarige ben. Ja? Ja. ja ik, ben, ik heb gewoon een heel gelukkig leven nu, Armik. En. Uh, ja. Ja, ik ben wel trots op mezelf. En. Ja. Heb ik nog wensen? Ja, die heb ik ook. Maar ik heb gewoon alles waar Maatje begint. Echt alles? <laughs> Dit vind ik zo mooi. Uh, ik hoop dat jullie deze vibe mee krijgen, jongens. Uh, ik ben zo trots op je. Dank mm. je. Echt. Als ik zie. Uh, en ik heb, heel, ik heb van jouw leven natuurlijk 120ste of 130ste mee mogen hmm. maken. En hopelijk aankomt 100 jaar zeker alles verder. Uh, uh, als ik zie hoe je door hebt gezet. Als ik zie hoe je resilience hebt heb getoond. Resilience, hoe noem je dat nou? Niet ja, alleen weerstand, weerstand, maar ook gewoon ja. terugbouncen. Ja. Weerstand is weerstand als iets ja. op je afkomt dat je reageert. Maar ja. het, het, Brazilians vind ik veel, veel diepgaander... dat je gewoon teruggaat naar je niveau, wat ja. waar je bent. Maar ook op je groei. Als ik zie... Uh, ik, bedoel, ik, heb, ik heb laatst, vorige week, heb ik, uh, heb ik, uh, uh, onze foto gedeeld... op feestje van drie jaar geleden. Mm -hmm. Dat je voor het iets bij mij kwam met een, met een strategische sessie. Dat, was, dat ging echt totaal... Echt gewoon... Nou, niet 180 graden, laat ik dat niet zo extreem trekken. Het ging nog steeds om jou en je visie. Je heb jou altijd mm -hmm. op deze manier gehad. Maar als ik zie waar die Arturo was... In welke situatie, welke, welke, welke dingen er waren. En waar je nu bent. Waar je nu op dit moment. je begeeft. Je ambities. Je, je liefdevolheid. Je compassie. Ik zie hier veel meer. zeg maar. De, 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 klinkt. De meester, de wereldverbeteraar... die is nu mm. veel meer aan het zich aan het manifesteren... dan de wereldverbeteraar die daar was. Ik bedoel, je bent het altijd geweest in bedrijfsleven. Mm. Je, je was de eerste ongeveer dat ik tegenkwam in corporate wereld... die het had over spiritualiteit. Ik viel echt van... Me, af. Ik zeg, sorry, wat? Ga je nou echt tegen die directeurs, CEO's en al die groepen... fucking in Amerika of Duitsland vertellen hoe ze dan... Ga je dat echt... Confronteer je midden in een training met mm. wat... Snap je? Dus voor mij was je al een voorbeeld... En, en als ik dus zie hoe je die groei, hoe je die, hoe je die exponentiële groei, want ik vind het wel een exponentiële groei, als ja. ik je daar een, niet alleen een uh, compliment mag geven, maar gewoon echt daarop daar gaan reflecteren, hoe je dat hebt gewoon, gewoon uh, gemanifesteerd en naar gaan leven. Je bent gewoon ja. in mijn optiek, en het is niet om je compliment te geven, het is niet om, maar voor mij ben je duizend keer echter gaan leven. Dat was je al, je was al echt. Maar het feit dat je zo'n mega shift hebt gemaakt. Voor mij ben je gewoon tien keer hoger en honderd keer meer gaan vibreren met echt wie je bent en ja. wie je wil zijn. Ja. ja, dat is zo mooi. Dat is zo mooi om ja. van dichtbij mee te maken. En, 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 en daar en dat je daar gewoon bent. Mm -hmm. Je was er altijd al, maar ja. dat je daar ook heel slang bent. Dat je daar heel heel relaxed ben. Ik bedoel, ik heb je mooiste, mooiste uh, dingen uh, uh, gezien. Mooiste. Ik, ik herinner me nog steeds dat je volgens mij bij een uh, training <laughs> gewoon die klote rec recording ding vergat. <laughs> die grote training bij de freelancer of the year. Dat dat, dat ding was. Dat je ah, oh, man. Die, 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 dat dit een vingertje. Maar dat soort grote event waar je als trainer hebt heb, heb gegeven, tot en met aantal gesprekken dat dat het gewoon niet goed ging. Slash dat dat je gewoon andere keuzes ging maken. Ja. Hoe heftig. Dat dat was ja. hoe je dat als mens, de keuze die je hebt, maar dingen waarmee je gekapt bent, met dingen die je gestopt bent om te doen. En dit, dit herinner ik me, ik zei het ook tegen Roland de afgelopen vrijdag, ik zei, dit is altijd de stem van Arthur bij mij, zegt. In een gesprek, volgens mij was het op een verjaardag of was het, het vorige gesprek, dat jij zei, gewoon het is heel simpel. Als mensen hebben maar twee dingen te doen. Je moet gewoon blijven doen wat goed is. Dat moet je gewoon vaker gaan doen. Ja. En je moet stoppen, dat zei je letterlijk, je ja. moet stoppen met doen dingen die gewoon niet goed zijn. Ja. Dat was zo'n. Zo'n zo zo eye-opener, van oh, de ongeveer. Ja. Maar dat is wel continu uh, wat ik van jou leer, wat ik van jou mag leren. En uh, dat resoneert. Ik zie heel veel berichten komen, guys. Uh, top. Uh, dat vind ik heel mooi, hoe mm. je daar veel meer focus hebt gelegd. Ook met de kantjes uh, World Agents, die maken er natuurlijk grapjes over, ja. en dat weet je. Ik promote je ook graag, maar dat vind ik zo'n mooie leveling up. Mm -hmm. Als persoon, als relatie met Claudia natuurlijk. Ja. Maar ook hoe, jullie, en ook hoe jullie samen dat aan het doen zijn. Als ik hoor over Marokko, als ik hoor over jullie plannen, denk ik, wauw. En, 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 en ik wil heel graag dat je ook de ruimte neemt, dat je dat, dat, dat ons meer vertelt over bijvoorbeeld het jaarprogramma wat jullie hebben. Jullie hebben de Four, ik four Leaf Clover oh, Program. Sorry, 4. Ik heb hem, kijk maar, Klavertje 4 is er niet gezet. maar ja, weet je. <laughs> uh, wat houdt dat programma in? Hoe kunnen we jou, en dat meen ik uit de grond van, want ik promoot je graag, dat weet je, mm -hmm. ik wil graag dat mensen met je vinden. Wat is dat programma? En voor welke, je zei al, we hebben nergens promoten, we hebben al deelnemers, dus ja. zo hard gaat het. Ja. Uh, hoe, hoe is dat programma? Welke mensen kunnen daar gebruik van maken? Hoe, hoe is het ontstaan en wat ga je in twaalf maanden met jou, met jou en Claudia doen? Nou, well, dankjewel voor je compliment trouwens. Eerst, dat uh, doet me goed. En um, uh, Claudia is daar nou een hele, hele grote katalysator uh, uh, ja, in geweest. Uh, en wil ik je gelijk zeggen, jij ook. In de gesprekken die we gehad hebben. En uh, de reflectie die je dan geeft. Dus uh, daar, daar ben je ook heel belangrijk in geweest, in die periode. En je steun. Ik heb je steun en je liefde altijd gevoeld. Dus, uh, en dat is, dat is goed. Dat is hetzelfde wat ik net zei over die, die, dat kerstpakket wat gebracht is. <laughs> je kunt het niet alleen. Je moet het zelf doen. Absoluut, je moet het zelf doen. En je kunt het gewoon niet alleen. Je hebt anderen nodig die die gewoon eens even een eye over je bol geven en je steun geven. Maar ook durven eerlijk te zijn naar je. En daar gaat het om. En, en, en dat ben jij. Um, ik weet dat je me mag, maar je gaat ook geen bullshit aan me verkopen. <laughs> Sorry. Nee, ja, maar, <laughs> maar dat, dat is zo belangrijk. Ja. En dat, dat is vriendschap ook, om gewoon met elkaar uh, die eerlijkheid naar elkaar te hebben. Uh, en dat is niet altijd even... Fijn direct, maar als, je, als ik weet dat het bij jou vanuit liefde komt, waarom zou ik me er kwaad om maken? Is het gewoon goed bedoeld? Die garandeer ik tot de rest van je leven. Ja. Nou, en, en van daaruit uh, hoeft het niet te zijn dat ik het met je eens ben, dat is het anders. Maar kan ik het tot me door laten dringen, kan ik openstaan, dat is eigenlijk een beetje het begin van ons gesprek geweest. Uh, je andere vraag. Oh ja, voorlieve uh, Clover Program. Nou, wat we doen is we nemen mensen mee een heel jaar lang. Dat betekent vier keer een weekend, vier keer twee dagen. Um, en elk weekend heeft een bepaald thema. Het eerste is ik en mij. Wie ben ik oh, nu eigenlijk? Oh, 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 <laughs> ja? Lekker. Je mag helemaal over, me alleen and me. Maar over jezelf. En me, me, baby. Ja. Nothing important than me. Uh, so ah, I love so me. Ja. Let's talk about me. Ja. <laughs> nou, dan gaan we gewoon kijken. Wat, wat helpt nu? Wat helpt niet? Wat wil je veranderen? Um, wat laat je nu gewoon voor de rest van je leven echt los? Waar kap je mee? Waar kap je gewoon mee? Weet je, wat tolereer je niet meer van jezelf in je eigen gedrag? Mm -hmm. Het andere is, en dan, en dan krijgen we daarna twee maanden met buddies en met opdrachten. Maar elke maand hebben we ook een Zoom uh, met alle deelnemers. Als een accountability call. Ja, ja. Dan komt de volgende, en dat gaat over ik en de ander. Hoe zit u in een relatie met elkaar? En dat betekent niet gelijk een liefdesrelatie, maar ook een businessrelatie. Hoe zit het met je familie? Wat kun jij er anders in doen om die relatie te versterken als je dat wil? En of ben je bereid om een relatie ook los te laten? Mm -hmm. Het is net zoals met, met tuinieren. Soms moet je struiken, moet je dingen snoeien om te laten groeien. Nou, daar zit dat, is dat stuk ook. Nou, krijgen we weer. Allerlei opdrachten, weer twee keer een Zoom-call met elkaar. En dan gaan we naar ik en de wereld. Wat is nou de datgene wat jij kan geven aan deze wereld? Wat is jouw bijdrage? Nou, ondertussen begin je ook je purpose en je calling uh, helemaal goed uh, uh, duidelijk te hebben. Dan krijgen we weer twee keer een Zoom-opdrachten, buddies. En dan het laatste weekend is van ik en het universum. Hoe kun je nou de dingen op een andere manier... Dus van de wereld nog een stapje hoger. Ja, want we hebben deze mooie planeet. Dus niet alleen maar de wereld. Maar daarna gaan we uitbreiden. Wow. En dan gaan we naar eh, Ik en het Universum. En het is een voorlief Clover Program. Dus het eerste blaadje is Ik en mij. Het tweede blaadje, Ik en de wow. ander. Ik en de wereld. Ik en het Universum. Nou, en als dat allemaal lekker met elkaar samengroeit. Dan heb je het klavertje 4 en we weten allemaal wat klavertje 4 brengt. Dus dat geluk dat zit in jou. Wauw, nice. En, 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 en um, je zei al, uh, er is nog nauwelijks promotie geweest. Ja. Als, als mensen zijn dat al mee willen doen, als mensen zijn die zeggen van hé, hey, uh, moet zich kwalificeren, moet ze een motivatiebrief schrijven van 2000, wat, wat, wat moet ze doen om zich zeg maar, niet alleen te kwalificeren, uh, om aan te melden, zeg maar. om eerst te, uh, wat is de eerste stap van die mensen? Nou, in eerste instantie naar onze website gaan. Nee, 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 nee. Eerst dat deze uitzending je? delen. Oké. Okay. Oh. Um. <laughs> Remind. Ja, dus naar je website gaan. Great. Okay, nee. Dus eerst deze uitzending delen. Want <laughs> dan krijgen ze en die, het boek. Niet één keer, maar twee ik, keer. Ik, 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 gun je, ik gun je dat jullie het boek krijgen. Ik bedoel, uh. <laughs> ze gaan naar de website toe. Ja, en dan gaan ze naar de website. Dat uh, is consciousworldagents.com. Ik ga dat niet opschrijven, jongens. Nee. Dat heb ik echt tien keer fouten gemaakt, maar uh. ik heb hem eruit gehaald. Dus www.kantjesworldagents.com. Ja. En daar staat het Voorlief uh, Clover Program staat er al in. Het is in het Engels, uh, alles. En is het programma natuurlijk Engels straks? Ja. Of is het Nederlands? Uh, of of we moeten doen. alleen maar Nederlandse deelnemers hebben, dan, dan? dan zullen we het in het Nederlands doen. Uh, maar de termen worden wel, uh, zijn wel Engels gebruikt. Ook de sheets die we gebruiken en de yes. slides die zijn in het Engels. Maar we hebben tot nu toe nog nooit issues gehad met Nederlands en Engels. Het is meer een hybride soms. En als de mensen het niet snappen, vragen ze het gewoon. En... Yes. Kijk, kijk, goed zo. Claudia gooit gewoon lekker de. Hey, ja, fantastisch. Dankjewel, Claudia. Ik heb het net geprobeerd te doen, maar het lukte me echt niet. Ik, ik ben aanwezig. hier. Dan gaat het hoofd alleen maar Arturo, Arturo. <laughs> de website staat. Oké, okay, en dan, ja, dan, dan meld ze zich aan. Ja, en dan Wanneer ze... begint het? In september. September, ja. En het zijn uh, uh, live. Uh, de, de Zoom zijn Zoom, maar, ja. zijn, maar de weekenden zijn live. Ze zijn fysiek, ja. ja en uh, fysiek betekent dat ze, dan, uh, dat ze dan. Waar moet ze heen? Waar moet ze rekening houden? Bedoel, als iemand in Limburg zit of iemand in Groningen. Bussem. Allemaal bussen. Daarom zit je echt alleen maar voor die plek. In een, uh, oh. in een mooi klooster. Ach, jongens, echt. Charlotte en Sophie hebben het nog steeds over. Over die prachtige mooie klooster. En de piano en de poes en de ja. speeltuinachter. Ja. Wat een mooie plek is ja. dat. Ja. Ja, ja, zeker. En dat, uh, en we, we mogen daar ook, hè, vanuit religieus uh, oogpunt, uh, mogen we daar groepen bij elkaar hebben. Oh, dat is mooi. Oh, dat is een heel mooi. <laughs> uh, ja, absoluut. Uh, Helen zegt, je zit er met je hart, uh, niet met je hoofdarm. Yeah, definitely, definitely, mm. uh, dus daar... Ja, definitely, Absoluut. Dus vier weekenden, twee ja. keer tussendoor. Dus dat is vier keer twee is acht keer een Zoomcall. Tussendoor de opdracht die gaan komen. En wat heb ik aan het eind van de, van de rit? Als ik dat geluk in me heb gevonden. Want ik ga een beetje teasen natuurlijk. Ook, want ik heb dat verhaal van Claudia gehoord. Dat heb ik onthouden. En dan is de de Leaf Clover Program. Ja. Ja. Daarna komt natuurlijk dat verhaal uit. KF Leaf. Geweldig. Is dat waar, waar, waar jullie uh, ultieme droom ontstaat. Om mensen steeds verder te gaan brengen? Ja. Is dat waar. Dat is waar hoe, ik, hoe ik een stappenplan moet gaan uh, zien? Jazeker. We hebben onze Experience Day, dat is één dag. Ja, bijvoorbeeld Helen en Marleen en uh, Rianneke, zeggen, bijvoorbeeld, die, hebben, die zijn daar geweest. Dat is, ik zou niet zeggen een teaser, want het is best wel iets afgerond. Maar het is een ervaring, is, ja, is het is kennismaking. Een, het is een Experience Day ook, of, hè, zo noemen het. Als de energie niet goed is of als ja. ze iets anders komen halen, whatever. Het is prima, na Absoluut. die dag is het gewoon uh, ja. hartstikke prima, maak je keus. Nou, tot nu toe uh, hebben we uh, van iedereen echt hele, <laughs> hele mooie reviews en mensen halen er allemaal wat uit. Wat we dan willen doen, is naar het voorliefklover. En als je dan ook nog het vijfde leefklover hebt, dan um, mag je bij ons je officieel Conscious World Agent gaan noemen. En wat je dan mag doen, is dan... Uh, dan worden ze getraind door jullie. Ja, dus dan, dan heb je eigenlijk dat al helemaal. En dan willen we mensen, want we kunnen het niet alleen. We willen veel meer Conscious World Agents over deze hele planeet hebben. We krijgen van ons alle, alle inhoud, alle slides, alle teksten, alle oefeningen en dergelijke van de Experience Day. En dan kun je zelf de Experience Day gaan geven. Ah, oh, wat mooi, dan ga je dupliceren op die manier. Ja. Wat mooi, mooi, mooi. Maar de eerste stap voor die mensen, en ik zie er een heel mooi uh, iets komen van je vertel, ze vragen heel vaak of ze weer een keer naar het klooster om Arturo en uh, Tante Claudia mogen. Ja, dus dat nou, bij deze uitgenodigd. Ja, ja, dus, ja. Uh... ja, je weet het. En uh, voor, die, voor die mensen die niet weten wat er gebeurde op de verjaardag van Arturo, echt jongen, Charlotte heeft, Charlotte onze jongste ja. kind, en Sophie, die zijn de hele dag mee bezig geweest. Hm. Het was de eerste keer dat wij samen als gezien, s'avonds ergens naartoe gingen, want dat doen we, dan doen we mij nooit, alleen, al, alleen als wij weg zijn of wat dan ook dus we zijn echt uh, die zaterdag zijn we naar een verjaardag van arturo geweest ja, het is heel laat, man. Hoe laat moest je weg? Nee, nee, ik hoef niet weg. <laughs> maar ik dacht dat je nog iets op Clubhouse had, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. nee okay. Dit is oh, veel okay. belangrijker, man. Okay, dit is sort. veel belangrijker. En yes, voor die mensen die dachten club, Clubhouse. Deze week doen we geen Clubhouse. Want ik heb alleen maar mooie verdiepende interviews. Maar, maar Charlotte en Sophie zijn de hele avond echt bij me gekomen. Van, we willen zingen, we willen zingen. Ja. En, en Charlotte op een gegeven moment, die, die ging echt letterlijk vragen. Wie heeft hier de microfoon? Ja. Ik wil nu de microfoon. Papa, wil je mij aan die mevrouw van de microfoon vragen? Dat was Laurie. Hoe heet ze? Lorine? Ja. ja, ik ben heel slecht in Lorine, sorry als je luistert. Die is echt mij gewoon aan mijn broek gaat gaan vastpakken. Ik wil nu gaan zingen, regen jij me Ik naar Arthur. Arthur zegt, nee, je moet naar Lorine. Ik naar Lorine. Oh ja, dat ga ik even regelen. En op een gegeven moment kwam, kwam iedereen bij elkaar. Toen is Charlotte meteen naast Arthur gaan staan gewoon. Ja hoor. <laughs> die ging gewoon ja, liedjes is zingen. Ja, prachtig. Die ging gewoon liedjes zingen. Ja, yeah, dit oh, is waanzinnig man. Yeah. <laughs> totally. Maar dat bleef het niet bij. Diegene Het die was zo prachtig. Je is het ook bij de uh, roken. Uh, ...hok gaan doen daarbuiten, buiten. Zie je, overal waar, waar die meiden kwamen, die, die, die waren alleen maar met het zingen. Charlotte ging een stukje van uh, Elsa op Frozen zingen. Zo ging ik vanuit andere liedjes zingen. Het was echt, je zag wat, wat het met ze deed. Ja. Waar, ik bedoel, het was de vibe natuurlijk, dus heel veel liefde. Maar ook de kids, die waren echt enorm, enorm opgetogen. Alexander zegt, ja, papa was Ja, papa man waren. Ja, geloof me. Alexander, ik was ontzettend trots. Maar ja. vooral om te zien hoe die vibe was, hoe die energie was. En, en geloof me, we zijn redelijk ambitieus als ouder... maar we pushen echt niet. Ik bedoel, als kinderen iets niet willen... laat ze vooral vanuit passie werken. Het hoeft echt niet... als je, oh, Charlotte zingt... Dus als een kindje niet wil zingen... Nou, dan zing je gewoon even lekker niet, snap je? Maar hoe dat, hoe dat ging, ach oh man. Ja, was dat was is gewoon, echt prachtig. Ja. Dat, en een kleine, stem, hè? Ja, kantjes ja. <laughs> <Conscious> wordt, edges <laughs> wordt... gewoon nu op dit moment uh, opgevoed. Oh, fantastisch. En ja, dat was zo mooi, puur en bijzonder... zegt Chantal. Ja, absoluut. Ik herinner me dat we ook daar daarvan wegreden, en voor mensen, of dat, daar begon ik mee, alleen al voor de locaties uitdoen, we, we gingen ook, toen we aankwamen, ook, dan gaan die poorten helemaal open, dan kom je door een hele lange tuin, oh, het was zo bizar. Ik vond, ja, ik vond het een eer om daar, ja. daar te mogen zijn. En het was zo mooi om, om, om daar uh, gewoon te voelen waar, waar je naartoe ging. Want ja. ik denk dat je daar enorme intentie hebt gezet, en daar zijn ook heel veel heel dingen, wat ik zag en wat ik een beetje weet, daar is ook een, uh, het koren van kaf gescheiden. Zeg maar. Ik denk dat het volgende level was voor jou. Ja, zeker. Als persoon. Dat, dat, ja. als, dus ik denk dat al, al het hele verhaal over de CWA's, en nu heb ik hem een drie keer goed uitgesproken, ik ga nu niet meer proberen te doen, is daar een duplicaat van. En hoe je dat gaat doen is zo mooi hmm. om te zien. En, en uh, mag ik een stukje verder nog vragen, nog eentje achteraan zetten? Ja. Um, Waar gaat het heen? Waar het heen gaat. Ja. Wat ja. zie je voor je? Want je bent een visionair. Je, je, je hebt het al lang gezien. Dat weet je. Ik twijfel daar absoluut niet aan. Wat voor wat voor beelden heb je dan van de van de Conscious World Agents, van jou en Claudia voor aankomende vijf jaar of tien jaar? Waar, wat 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 kunnen we van jou niet verwachten? Is zo, zo'n ding? Maar wat 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 gaan jullie bewerkstelligen, manifesteren, doen? Ja. Want ik, ik vind jullie echt uh, conscious. Uh, change agents zijn jullie. Jullie, jullie maken dus de wereld zo'n mooie plek. Uh -huh. Alleen al die beweging, al die movement op gang te brengen. Wat, wat, wat kunnen we nog meer zien? Het is een beetje... Uh, eigenlijk zou het Fifth Leaf Clover program moeten gaan volgen bij ons dan. Uh -huh. Wij gaan steeds minder uit van uh, grote doelen verderop neerzetten. We gaan er steeds meer vanuit dat we in het hier en nu leven en alles naar ons toe komt, wat nodig is om te laten groeien. Mm -hmm. um, en dat is soms lastig om te snappen, omdat we opgegroeid zijn. Ik snap hem niet. Dus, nee. uh, oh. <laughs> dus je moet dat neerzetten en erachteraan. En dat werkt en blijft dat doen als dat voor je helpt. En de, ik zeg niet dat wij niks doen, hè, want we. We plannen ook een, een four leaf clover programma. Dus we, we en een experience day. En, en een ex de volgende staat al voor de deur volgens mij. Ja, dus, nou, dus dat soort dingen die plannen we wel en die zetten we neer. De kunst is om dat los te laten en gewoon in het hier en nu alles op je af te laten komen. Uh, dit, is, dit is eigenlijk een beetje een lullig antwoord daarop. Heel contra-antwoord. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo: wij zien wel dat we ergens in het buitenland, en waar weten we nog niet. Gewoon een mooie locatie hebben. waar mensen echt naartoe kunnen komen. En waar we ook gewoon met geluk en, en liefde kunnen wonen. Um, zelfvoorzienend, al, al die dingen meer, die komen er ook allemaal bij. En graag willen we dat dat steeds verder gaat in de wereld. en dat mensen gaan bes beseffen hoeveel invloed ze op hun omgeving hebben. En die is, die is huge. Die is gigantisch. En we zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus. Je kunt niet, je kunt gewoon niet meer alleen leven. De kleding, en de vorige keer heb ik het ik al gezegd: de kleding die je aan hebt, dat is ergens van grondstoffen vanuit moeder aarde gekomen. Nou, de zon heeft erop geschenen om het allemaal te laten groeien. Er zijn beestjes bij geweest die het ook hebben laten groeien en bevruchten en noem maar op. Er zijn mensen geweest die het hebben geplukt, opgenomen. Um, alles het via een tractor. Er zijn er nog steeds mensen geweest die de tractor hebben gemaakt. En opgeruimd. En, en opgeruimd. En, en bla 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 bla. Uiteindelijk zijn er mensen die het hebben gemaakt. Uh, mensen die het verkopen, uh, ingepakt hebben. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Alles, maar dan ook letterlijk alles wat je nu aan hebt. Wat je om je heen hebt. Hier deze hele ruimte. Absoluut. Alles heeft te maken met anderen. Als die anderen er niet waren, was dit er allemaal niet. Zeker weten. Dus spiritualiteit is voor mij ook. Alles is er alleen maar in verband met verbinding, met connectie. Dus in hoeverre kunnen we de connectie op deze planeet zo mooi maken? En Claudia gaf gisteren in de auto zo'n mooi beeld. Ze is een boekje aan het schrijven eh, over uh, een ijsbeer. En waarschijnlijk heeft ze haar koffer nu van, van haar boekje gevonden. Het was een ijsbeer die met liefde de hele aarde omarmde. Oh, Snap je? Ja. En dat geeft eigenlijk zoveel weer. Want die ijsbeer staat ook voor het verval van, van de voortkoming van mensheid. Ja. En nu de ijsbeer eigenlijk in de steek laat. Ja. Maar die ijsbeer omarmt nog steeds die aarde. Nee, Je bent welkom. Laten we het samen. Ook al ben je aan het afwijzen. Ja. ja. Hoe mooi is dat? Ja, en Helen zegt inderdaad: alles ontvouwt zich in beweging. Yes. Nou, ik, ik zou jullie allemaal aanbevelen. Ga ook al. Heb je geen idee wat voor je is? Ga naar consciousworldagents.com Zorg dat je deze uitzending gaat delen. Prachtig boek. Echte krachtmethode. Plus uh, 50 extra tips. Plus een online training. Ik zou het je aanbevelen dat, dat de, deze boodschap veel meer verspreid gaat worden. Dat veel meer conscious world agents gaan creëren. Goed, dat echt daadwerkelijk gewoon uh, die fifth uh, fifth lief Oh, Viv Leaf Clover uh, programma's. steeds, uh, steeds meer mensen gaan raken. En is er iets. Uh, wat je graag. Uh, het is van. Nou, wat is het? 28 april 2021. Tegen, tegen ons, tegen kijkers. Tegen, weet je wat. de boodschap van vandaag. En het is zo mooi om te zien hier. Uh, volgens mij is dit Marianne. jouw idee, Arturo. en dat van Claudia. Uh, Matcht ontzettend met ons fabelachtig. Dat is Marianne. Marianne, en ja. Wim uh, Witmer. Dus ik ja. denk dat jullie zeker, uh, nou, zeker duizend procent, met elkaar moeten connecten. Mm. Um, wat zou je vandaag, als we het hebben in het nu leven, in het nu zijn, wat, zou, wat zou je boodschap zijn van vandaag? Voor vandaag. Voor vandaag. Mensen, het is al anderhalf uur later, 11.36 uur 36. podcast denken, ja, hallo. Om 11 uur zou je de podcast online zetten. Terwijl ze weten niet dat we nog live zijn. Dus wat zou vandaag uh, de intentie zijn uh, voor, voor, wat, wat voor? Wat voor boodschappen wil je naar nou buiten brengen? Doe minimaal vandaag. En doe dat daarna elke dag. Minimaal twee dingen die je energie geven. Waar je happy van wordt. Waar je blij van wordt. Waar je denkt, ja, yeah, wauw. Dit, dit, dit is leuk geweest vandaag. En waarom is dat nou zo belangrijk? Als je ooit van Dr. Bruce Lipton hebt gehoord. Um, dan weet je dit verhaal waarschijnlijk. Heb je het niet gehoord. Ga hem opzoeken. Dr. Bruce Lipton. Uh, van die thee. Je kent het wel. De meeste mensen zeggen dan Lipton thee. Op het moment dat je... In die survival mode gaat, waar we het al eerder over gehad hebben, dan sluit je eigenlijk alles af. Alle cellen gaan niet meer groeien. Die gaan ook niet in de herstel of in de genezing. Alles gaat naar het moment toe om te overleven. En als je beseft dat jij 70% van de tijd, hè, de meeste mensen zitten ongeveer 70% van de tijd elke dag in een survival mode, moet je kijken wat je je lichaam aandoet. De andere kant. Op het moment dat je dat kunt loslaten en je bent happy, je doet dingen die je leuk zijn, die je energie geven, gaan alle minuut die cellen gelijk weer groeien. Die gaan weer herstellen. Dan kun je je voorstellen dat als jij vaker in, in per dag gewoon je zorgt dat je je happy voelt, dat je dingen doet die je leuk vindt en gaat uitbreiden van 2 naar 3 naar 4 naar 5. Wees dankbaar. En dan ga je geven. En dan, ben je, dan je gaat je hele cellen En je hele immuunsysteem wordt veel beter. Je, je, ja, je, gezondheid, je gezondheid gaat gewoon vele malen omhoog. Tuurlijk kun je nog altijd ziek worden. Maar je herstelperiode zal veel sneller gaan. Of je mag in die survival mode blijven zitten. En dat is allemaal goed, dat is jouw keuze. Maar word bewust van wat je doet en ga dus opschrijven. Wat niet werkt en wat wel werkt voor je. Dus nou, kan nice. nog wel doorgaan. Gewoon doorgaan, dat is het Want ik wil meteen dat implementeren natuurlijk. Ja. En ik heb die belofte uh, 31 dagen geleden gedaan. En die belofte heb ik daarvoor nog twee maanden gedaan. Mag ik je vragen bij deze om iedere maand hier gewoon aan te gaan schuiven? Dat we zo meteen samen mijn agenda gaan pakken. Dat je mij een kick in de ass gaat geven. Want dat ja. zeg ik al een tijdje. Uh, dat we gewoon aankomsttijd als je dat zou willen, ons hier aan zou willen doen, om één keer per maand gewoon hier aan te gaan schrijven Als onze expert, als gastexpert, We gaan het niet voorbereiden, we gaan alleen maar zingen. Dus nee. Claudia, hè? We gaan naar uh, uh, zijn repertoire, een beetje uh, Pavarotti heb ik gehoord, ik heb genoeg uh, <laughs> ...onze zijn repertoire gehoord. Uh, kunnen we dat afspreken? Ja, ja, met alle liefde, heel graag. Uh, maar kan. Want ja, ik wil hier graag. veel meer over weten. Mm. Want ik Helen uh, zegt, ja, wat bijzonder mooi en puur inspirerend gesprek, uh, lieve Armiek en je dankjewel. Yes, mm. dat dankjewel. voel ik ook. En, ik, en ik, ik wil heel graag, want ik weet hoe zuinig je op je tijd bent, ik weet mm. hoe zuinig je op je energie bent, ik weet hoe geweldig jullie gewoon intern heel veel mooie dingen doen. En voor mij is het echt een genoegen om je zo ja, om bij te hebben. Maar ook, ook daarnaast een heel egocentrisch iets is, omdat ik vind dat de wereld dit gewoon veel meer moet gaan horen. Mm. Snap je? Ik vind dat, dat mijn, uh, mijn following of mensen die podcast luisteren of mensen die live kijken, dit echt minimaal één keer per maand moeten gaan horen. Ook al zouden precies hetzelfde zeggen, dat gaan we natuurlijk nooit doen, maar dat weten wij nooit van tevoren, dan zou dat een enorme vrijking zijn. In ieder geval. Met mijn leven? <laughs> in ieder geval ben ik garantie dat we elkaar een keer per keer maand gaan zien. Kunnen we dat afspreken? Ja, zeker. 100%. Ja. Zeker, jongen. Dus Helemaal dames en heren, bij deze... Ik heb hem geïmplementeerd. Doe dingen die je blij maken. Bij deze ga ik je beloven dat, dat uh, Arturo volgende maand weer hierbij is. Dat we daar gewoon thema's gaan maken of niet. Of in ieder geval uh, wil ik iedereen bedanken die hier aanwezig was. We gaan zo meteen naar de... Uh, kijk, die, dit was... Laat ik meteen het verhaal vertellen. Het was zo bijzonder net. Ik was met die kaarten bezig. Even kijken, wacht. Zo. En, en die kaarten, normaal gesproken leg ik ze hier neer naast me eigenlijk. Hierna gebeurt weer. Dat gebeurt gewoon precies hetzelfde weer. Dat is zo grappig. En dit is echt voor het eerst dat die kaarten een andere kleur krijgen als ik ze hier dus neerleg. Jullie zien dat het bruin wordt. Nou, wat zei jij toen, Arthur, als antwoord? <laughs> ja, dat weet ik niet meer. Echt, jongen. Ja, dat krijg je met iemand met zoveel licht. Ja, die brengt natuurlijk licht. En dan verandert de kleur natuurlijk. Dus yes, uh, Marjana zegt: Ja, elke maand live. Ja, yeah, wijsgesprek mogen meemaken. Dank jullie. Yes, dat is mijn intentie, guys. Ik, ik wil heel graag van zijn wijsheid, van zijn ervaring gebruik maken. Dus uh, yes, dat gaan we en, doen. Uh, en als jullie vragen hebben, stel, geef ze door aan Armik. En dan yes, kunnen we kijken yes. of we daar een topic van kunnen maken. Absoluut. Als jullie ideeën hebben, topics hebben. Want ik, ik, ik weet. Dat, 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 dat zeggen, er, er zit jarenlange ervaring, of naar corporate is, bedrijfsleven, spiritualiteit, of, of, of kennis is, of wat ze nu aan het doen zijn samen, hoe dat gaat, maar relatie, manifestatie. Ik kan wel zelf 20.000 topics verzinnen. Dus laat ons weten, wat spreken jullie het meeste aan? Wat vind je leuk dat we over, over gaan hebben? En als Arthur nog al vaker moet gaan zingen, dan wil ik graag daar ook allerlei. <laughs> <laughs> idee van, dus mocht er je. Grenzen, hè? Er zijn grenzen. Er zijn grenzen, oké. Okay. Maar we gaan gewoon iedere keer. Gewoon naar, keer. naar <laughs> Claudia natuurlijk. zeg niet dat je voor mij moet gaan zingen. Dus nee, ga, nee, nee, oh, <laughs> <laughs> Dan wordt helemaal een wc- en wc en joh. Maar, anyways, dus mocht je dat willen doen, guys, weet je, laat ons weten. Ik wil graag even kijken naar de. Let's see. Ja, Claudia is een fantastisch idee. Ik ga de banner heb ik al veranderd. Dus ik ga naar mijn favoriet onderdeel van het programma. Het volgende: The blessing of the day. Wel, nou, dat is iets waar we het ook een beetje over gehad hebben. Vanuit de schuld weer opstaan. You just can beat the person who never gives up. Wauw. Prachtig. Prachtig. You just cannot beat the person who never gives up. Ja. Yeah. Wow. Dit I mean. is van Babe Ruth. En Mohammed Ali had zijn, uh, zijn variant erop. Ja. een Babe Ruth. Wie was Babe Ruth dan alweer? Babe Ruth, weet je niet meer? was de honkballer, ja. 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 Wat een legende. Ja. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En mocht je zeggen van, hey, ik, ik weet niet waar ik die kaarten kan halen, jongens, www.mixmedia Je ziet het, hij verkleurt, maar hij is gewoon groen. Ja. Dus er is dus iets met de kleur en het licht wat aan het verschijnen is. Dus check uh, mixmedia.nl, zodat je die inspiratiekaarten krijgt. En als Chantal Meestervogel blinkt in, iedere ochtend doet ze gewoon zo'n uh, prachtig mooie intentie. Die is van jou, uh, Makker. Ja. En Tip, doen. Het is echt prachtig. Het ziet er allemaal prachtig uit. Kwaliteit is mooi. Maar ook de. E is, uh, is werkelijk uh, geweldig. Dus super. Chantal, trots mag je erop zijn. Ja, ja, ja. En over Chantal gesproken, dames en heren. Ja, want morgen ben ik dan in mijn eentje. Morgen ga ik me mijn inzichten delen over, over wat er vorige week met Roland Kaan is afgesproken. Maar aankomende vrijdag komt Chantal hier in de uitzending, dames en heren. Dus mocht je vragen hebben aan haar, mocht het gaan over producten, haar creativiteit, hoe ze dit doet, hoe ze als moeder in het leven staat, hoe ze als businesspartner business van mijn partner, maar ook haar eigen businessleven, als ondernemer in het leven staat, laat me weten. Zet het hieronder of check de promos die aankomt twee dagen gaan lopen. Want aanstaande vrijdag is het tweede optreden van haar. Ja, binnen 30 dagen in mijn ja. show. En daar gaan we ook een vaste item van maken. Dan weet je dat alvast, dat we dat gaan doen. En op een product gesproken, ze komt met haar tweede en derde product waar ze mee bezig is. Ze zal voorbeelden meenemen. Het wordt prachtig. Ik heb voorbeelden gezien, de dummies gezien. Ze is heel hard bezig met aanzichtkaarten, met een aantal andere dingen ook. Dus dat gaat ze allemaal vrijdag zeggen. Ze is hier nu online en ze zegt, hey, dankjewel Arturo. Thanks voor de aanbeveling. Again, dames en heren, het is nu wauw, 11 uur 45. Exact, we hebben okay, ja. meer dan anderhalf uur een uur 45 ben je bij ons geweest. Dus iedereen die live is. Marianne, Helen, Rianneke, Claudia, Alexander. Jullie hebben heel veel geduld met ons gehad. <laughs> en alle mensen. Rita, Rinske. Ik zie heel veel reacties voorbij komen. Dus mag ik jullie allemaal danken. En ga meedoen met het delen van, het van, de, van de uitzending. Zorg dat je het boek bemachtigt. Tag mij en tag uh, Arturo erin. Vergeet dat niet. Zorg dat je gedeeld wordt. En uh, mede namens Arturo wens ik een hele mooie voortzetting. Uh, het was een eer om je erbij te hebben, lieve Maatje. De eer is geheel aan mij. Uh, Geweldig, man. Dank je wel. Ga Ik door. Ik vind want het heerlijk. Je bent. Heerlijk. Uh, je bent bezig. Ah, dankjewel, dankjewel. Lieve kijkers, lieve luisteraars, dit was het vanuit, uh, vanuit de Headquarters Studios in Hoofddorp. Ik wens jullie een hele mooie dag. Thanks dat jullie erbij er wa waren, dat je geduld met ons had, dat je hebt geluisterd. Uh, morgenochtend om tien uur ben ik weer live, maar dan in mijn eentje ga ik uh, inzichten delen over mijn interview met Roland, uh, Roland Kaan afgelopen vrijdag. Uh, afgelopen, ja, afgelopen vrijdag en aanstaande vrijdag Chantal hier. Dankjewel voor het luisteren en zie uh, je morgen om tien uur. Dankjewel, een hele mooie middag. See je later. Ciao, ciao. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil. Iedere dag, ieder uur. En tot de volgende keer. Doeg allemaal, tot de volgende keer. Bye bye. Kijk dat je er was, Arturo. See you soon. Doeg allemaal. Mooie middag.